U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Yoshi, Peter en Jan-Marc is er ook weer. Mijn naam is Johan en wie weet komen er nog meer mensen bij. Je weet maar nooit. Je moet alleen nog even je televisie uit het beeld halen, technicus. Die is inmiddels uit beeld, ja. En ja, goed, ja. Laten we even gelijk al beginnen met het met wat berichten. Moet ik even erbij halen, hier is die, kijk. Want aanstaande zondag is het weer zover. Dan kun je weer gaan protesteren voor meer vrijheid. En dan moet ik wel even bij zeggen, want het lijkt nu dat de maatregelen weg zijn, maar ze kunnen zo weer ingevoerd worden. Dus het is allemaal opgeschort, hè? Dus tot die tijd ben je eigenlijk nog helemaal niet vrij. Ik moet ook nog bij zeggen, de dienstplicht is ook opgeschort, hè? Je kunt zo opgeroepen worden om naar Oekraïne te gaan, om daar andermans oorlog te gaan vechten. Ja, dus, en meisjes zijn ook, mijn dochter, ja. die kan er ook naartoe. Ja. Allemaal sterven voor de politici. Nou, wil je dat? Ik denk het niet, hè? Dus ja, daarom is het nog steeds belangrijk om te gaan protesteren. Hierboven ergens zie je dan witte tekst. Ik zal het even zeggen voor de mensen die naar de podcast luisteren. Het is Samen voor Nederland. Het zal vanaf van 1 tot 4 zullen we dan gaan wandelen door Nijmegen. Hele mooie stad. We verzamelen om 12 uur bij de Waalbrug. Ik denk dan aan de kant van Nijmegen natuurlijk. En ja, van daaruit vertrekken we dan door de stad van Bruls wandelen. Ja. Denk je dat helpt, Johan? Ja, tuurlijk. Het is toch alleen maar een beetje afleiding. Ja, het is ook heel gezellig. En misschien is Willem er ook weer, want die is vrij. Dus misschien is hij er ook bij. Ja. Dus hierboven zie je het allemaal. Schrijf het even op in je agenda. En als het goed is, hebben we mooi weer. Het is misschien een beetje fris, dus trek een winterjas aan. En wat een chic idee. Ja, goed. Dan gaan we even naar de berichten. Oh ja, jij had ook nog wat te vertellen, Yoshi. Jij gaat iemand miljardair maken. Oh ja, ja, nee, dat is waar. Ja, ik zat nog te denken aan die Wappie-prijs. Bijna vergeten. Bijna vergeten. Morgen lanceer ik een nieuwe stream. Ik ga het nog één keer proberen, omdat ik namelijk denk dat het ontzettend kansloos is om de hele tijd maar in die Wappie Pride te blijven lopen. En daar bereik je helemaal niks mee. Dus volgens mij moet iedereen vriend worden van de i-gulden en zijn euro's aan de kant schuiven. Dus we gaan nog één keer proberen om de boodschap over te brengen. De stream heet King Honkspiracy. Okay. En het gaat in het Engels, want ja, ik heb de afgelopen 2 maanden het in het Nederlands geprobeerd, maar daar bleek weinig animo voor te zijn. Dus we gaan het gewoon nog een keer doen en dan in het Engels. Maar het gaat wel om het verkopen van i-guldens. Ja, kijk, ik probeer hier nou een jaar of 10 ben ik er nou mee bezig met duidelijk te maken dat je op een andere manier in het leven moet staan om gelukkig te kunnen blijven. En dat de materialistische drang naar Lamborghinis misschien wel op een dag in onze levensperiode eindigt. Of zoiets. Of dat je jezelf in ieder geval een stuk gelukkiger kunt maken als je om iets anders blij kan worden dan zo'n auto. Ik praat vanuit de cryptowereld, hè, dus daarom heb ik nou even Lamborghinis genoemd. Maar ja, na 10 jaar en dit jaar ben ik dus in het Nederlands gaan streamen. En het schijnt niet door te willen dringen bij de mensen wat ik probeer te vertellen. En dus... Komt die piep bij mij vandaan? Ik hoor geen piep. Hoor je geen piep? Oké, dat is goed. En dus doe ik het nog 1 keer. Ik zit hier nabij Lieberland, op 20 kilometer van Lieberland. Ja, maar even concreet, want je lult nogal lang door. Maar het gaat om dus e-guldens verkopen. Maar dat wil je dus ook aan buitenlanders doen, niet Nederlanders. Ja, nou, het gaat erom dat er iemand hier nabij Lieberland is die bereid is om zijn leven te geven, om te strijden voor meer vrijheid. En door de keuzes uit het verleden is inderdaad de beste manier om die persoon te steunen door het kopen van i-guldens. Ronk mag ook, of bitcoins in theorie ook allemaal prima, maar als het bij mij uit moet komen, dan is i-gulden de beste optie.
En ja, goed, we proberen dus nog één keer. En anders ga ik gewoon lekker, wat ik al zei, wat ik eerder ook al zei, gewoon van het leven genieten. En dan. Oké, maar het idee wat jij had van, jij wou graag eerst dat Nederlanders e-gulders gingen kopen. Nee, ik wilde graag dat ze vriend werden van e-gulden. Dat wilde ik. Ze moesten alleen maar vriend worden, zodat ze gratis wat e-gulders verdienen eigenlijk. Ja, maar jij wil nog steeds niet dat buitenlanders vriend worden van e-gulden? Nee, dat klopt. Oké, dus die buitenlanders moeten gewoon e-gulders kopen om jou te steunen. Want we hebben de afgelopen 2 jaar gezien dat die mensen overal achteraan lopen, die Nederlanders. Dus zodra dat die e-gulden op een euro komt, gaan ze daar ook achteraan lopen. Ja, oké. Maar dat is oké. Dat is het idee. Goed. Maar dan heb ik dus dat intro-liedje voor jou. Dat heb ik met Jan met de korte achternaam. Nou, ik heb het wel een aantal keer gespeeld. Maar ja, ik zeg al, als de Nederlanders er niet aan willen, dan heeft het voor mij weinig zin om iedere dag een paar uur van mijn tijd te gaan spenderen. Dus ja, dat is aan jou heeft het niet gelegen. Je hebt 4 vrienden aangemeld. En als die dat ook weer keer 4 zouden doen en die dat weer keer 4 zouden doen, dan hadden we in een rondje of 5 hadden we meer vrienden gehad dan tot en met heden zich hebben aangemeld. Maar goed, het is de realiteit en ik zal erin moeten leven. Maar dan moet ik, het is voor mij nog maar weer een keer een poging om de mensen te laten weten dat ik hier ook nog ben. En dat ik hartstikke veel leuke dingen voor ze kan regelen. Maar dan zal er wel... Regelen voor ze dan? Wat is het dan concreet wat je gaat regelen? Nou, bijvoorbeeld een Liberland, hè, om iets te geven. Maar ook een geldsysteem wat dus gebaseerd is op bezit in plaats van schuld. Dat is crypto. Crypto is er al. Ja, toch? Niemand die het in Nederland gebruikt, Jan-Marc. Ik weet niet waar jij leeft. De crypto is er ook zonder jou. Dus ik vraag jou, wat is jouw toevoeging dan? Nou, dat ik het dus hij komt helemaal niet met het geldsysteem, want dat is crypto en dat is er al. Nou, voor de Nederlanders nog niet. Want die Nederlanders die hebben het totaal niet. Ik ben ook Nederlander, ik heb ook... Ik zeg ook wel, aan jou heeft het niet gelegen, want jij hebt 4 vrienden aangemeld en jij hebt wat EFL's. We hebben hier iemand in het midden zitten die een heel huis gekocht heeft van bitcoins, hè, Yoshi? Ik snap jou helemaal niet, Yoshi. Ik snap het niet. Ik heb de hele lockdown heb ik gewoon pizza's gekocht met bitcoin. Mark, als je echt honger hebt, snap, dat is wat ik ervan heb begrepen in de afgelopen paar maanden. Die Nederlanders die snappen het gewoon niet, want ze hebben te weinig honger. En kennelijk heb je eerst honger nodig voordat mensen het gaan snappen. Nou, en ik wil dat niet accepteren, want ik denk dat ze het wel op een gegeven moment kunnen gaan snappen, nog voordat ze honger krijgen en daarom ben ik... Maar nu gaat het weer om Nederlanders, maar jij wil die Nederlanders nu helpen vanuit het Engels, met je nieuwe show. Oké, maar om de vaart erin te houden, noem nog even je naam, dan gaan we verder met de show. Het heet King Honkspiracy. Ja, typ hem maar even in de chat. Ik zal even schrijven, dan kun je het aan. Je hebt ook weer een onmogelijke naam gekozen, hè? de naam uiteindelijk maakt niet uit. Ik zal even horen. Ik absoluut niet conflicteren met een andere persoon op Google. Dat is ook dat de enige naam die nog beschikbaar was. Of het was King Honk 1971 of zo. Nou, het is dus Honk, Spirit en Sea. Oké. Maar goed, we gaan beginnen met eerst doen dat is goud, zilver, bitcoins en de staatsschuld mee te doen en al andere shit. Laten we beginnen met goud. Even de browser erbij halen. Even kijken, jongens, waar zit die? Oh, daar zit die. Hoppa. Ja, hoppa. Goud is omhoog gegaan. Nou, het zal tijd worden. Ja. Het zijn $1,952 en 90 cent. Ik denk als die echt boven de 2100 komt, dat die doorschiet naar de 3000. Zoiets, ja. Maar jij bent geen financieel adviseur, hè? Ik heb wel een beetje goud. Geen van alles zijn we dat niet. Ik heb wel een beetje goud, dus ik denk voor mezelf. Oké. Ja, ik denk dat die dollar die wordt binnenkort die wordt al zo waardeloos. En dan, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Het duurt altijd langer dan je denkt, hè? Ja, dat wel. Maar ja, dat is net als...
toch gaat het dan op een gegeven moment ook sneller dan je had verwacht. Ja, ja. Dat is ook zo. Ja. Ja, er zit wat Lenin, ja, laten we toch even een keer een communist citeren. Lenin die zei ooit, soms zijn er jaren dat er helemaal niks gebeurt. En dan is er in één keer een week waarin nog meer gebeurt dan in jaren. Decades where nothing happens, geloof ik. Ja. In het Engels vertaald. En dan weeks wherein decades happen. Ja, ja, wel het idee dat je dat soort tijd leeft nou inderdaad. Dat het gewoon de gekste dingen die vliegen aan, ja, aan alle kanten voorbij. Dan gaan we naar de olie. Zal ik het tevoorschijn toveren? Olie. 101,65, ja. Het schoot dus een raket omhoog natuurlijk, maar Biden die gaat nou ook de hele strategische petroleumvoorraad erin dumpen. Om nog de verkiezingen te redden, herverkozen te worden. Maar ik weet niet of dat nou zo dat het eigenlijk gaat zeggen. Ik moet wel zeggen dat die overheid kunnen absoluut niet met geld omgaan. Ze van het ene verlies op het andere. Ze kunnen kennelijk geen huishoudboekje sluitend houden, maar olie... Okay. Uit de strategische petroleumvoorraad verkopen. Dat doen ze echt altijd heel goed, geloof ik. Ze kopen dat laag in en ze dumpen het hoog in crisis. Die ze dan zelf veroorzaakt hebben natuurlijk, maar... Hebben jullie Biden gezien met zijn vierde boosterprik inmiddels alweer op tv? Ondertussen kreeg je allemaal vragen vanuit het publiek, van de pers. En die beantwoordde die niet. Heb je dat filmpje gezien? Mag hij niet meer, denk ik. Hij mag niet meer praten, zei hij. Nee, het was natuurlijk een hele lange periode dat hij naar die stoel ging. En dan moest hij die zuster, ik ga ervan uit dat het een zuster is. Een boef met een mondkapje. Dan met een naald, met what have you. Ja, die moet dan weer helemaal die naald. En dan moeten we die gedesinfecteerd. En dan weer, en dan moet hij zijn mouw weer opnieuw opstropen. Dus het duurde heel lang. Dus hij kreeg allemaal interessante vragen natuurlijk. Maar ja, hij is niet zo geprogrammeerd dat hij dan... 14 minuten lang achter elkaar goede antwoorden kan geven zonder briefje erbij. Dus ging hij op een gegeven moment, maar zat hij maar een beetje zo'n sneu oude zak, zat hij maar op die stoel nog hopen dat het afgelopen zou zijn. Spuit hem erin en dan kan ik weg. Dus kijk maar eens even. Ik hoop dat die zuster er extra lang over deed. Pijnlijke momenten. Ja. Daar kan je niet voor gearresteerd worden. Ja, hoor, het moet zorgvuldig gebeuren. Maar. Bitcoin, die was even lekker omhoog geschoten. En nu is hij weer omlaag. Hij is naar de, was bijna 48.000 dollartjes. Net niet, zeg maar. Maar nu is hij weer omlaag aan het gaan. En de week is het nog wel plus 4%. Ja, dat wel, dat dan weer wel. Ja. Ik heb het idee, het gebeurde net, hè? En ik zie dat er net het nieuws voorbij komt. EU-parlement stemt om KYC op private wallets te gaan toepassen. Alweer? Hebben ze dat al eerder gedaan? Volgens mij doen ze dat de hele tijd al met de KYC hier, KYC daar. Ik bedoel, maar KYC op jouw, ik weet ook niet hoe dat gaat werken, maar op jouw ledger en op jouw gewone wallet die je zelf hebt. Dus hoe willen ze dat doen? Dan zeggen ze, iedereen die deze wallet uitbrengt, die wordt verantwoordelijk gehouden als deze stappen niet genomen worden. En als jij dan een wallet ontwikkelaar bent en je zet jouw project op GitHub, dan kun je de volgende dag een arrestatieteam voor je deur verwachten. Oké, maar goed, ik heb al wallets erop op mijn dingen zitten. Ja, en die gaan dan zeggen, deze wallet wordt niet meer ondersteund binnenkort en wordt niet meer onderhouden. En we gaan over naar iets nieuws en je moet je... informatie met ons delen. Dus je moet nu nog even snel je eigen sources ophalen van een bestaande wallet. En zelf de executable compileren, zodat je niet... maar dit is toch alleen maar binnen de EU? Ik bedoel, heel veel landen die hebben dat schijt aan. Ik bedoel, tenminste, niet landen. Ik bedoel, heel veel van die walletontwikkelaars die zullen er schijt aan hebben, want ja, die zitten toch niet in de EU. Het enige wat ze kunnen doen is dat je bij Google Play geen bitcoin.com wallet kan downloaden als je in de EU woont. Dat ook nog, ja. Dat kunnen ze ook nog voor elkaar krijgen. Maar daar kunnen ze ook nog van zeggen, als jij dus toch een ontwikkelaar van een wallet bent die wel binnen de EU woont. En we komen erachter dat jij zulke software uploadt, dan arresteren we je. Ja, ik geloof dat zij er toch wat meer iets met de exchanges wilden gaan doen. Waarschijnlijk omdat die toch al compliant zijn.
Ja, maar die exchanges die hebben ze in zekere zin al. Want alles wat met een euro werkt, daar is al de KYC is al. Maar het gaat dus over unhosted wallets, maar ze gaan via de exchanges arm wrestlen. Dus ze zeggen, geloof ik, dat die exchanges die moeten daar toe gaan zien of zo. Unhosted wallets refer to non-custodial wallets, which do not rely on third parties. Examples are MetaMask, Wallet Connect, hardware wallets like Ledger en Trezor. De vote. Dit is irritant. The industry in general is against the measure. Nou, dat wist al. Paul Tang komt hier nog te sprake. Who chairs the Committee of Tax Matters respond that such concerns were overblown. In today's vote, we will not be banning anything, he tweeted. Instead, we were obliged verification to prevent crime and corruption. Unhosted wallets. Die Paul Tang die is ook helemaal in de tang genomen, geloof ik. Die hebben ze gewoon een keer. Vroeger was er nog wel eens iemand die de macht tegen het licht hield. En nou is het, hij is denk ik een keer op een orgie langs geweest met de filmopname. Dit is mijn tekst. Oh, nee, doe ik even jouw rol, sorry. Als je die Fitz, hoe heet die, Catherine Austin Fitz een beetje meeluistert. Die zegt, kijk, ook al is Bitcoin niet te censureren, de censuur vindt plaats via mensen. En ja, zij moeten dus gewoon de mensen controleren die zulke software maken. En dan is die software gecontroleerd. Nou, hier staat de Econ en Libe Committees, dat zijn de comité's die dat vote to approve a proposal that would require cryptocurrency service providers, such as exchanges, to collect personally identifiable information from individuals who transact more than 1000 euros using so-called unhosted cryptocurrency wallet. Ik denk dat als jij meer dan 1000 van je eigen wallet uploadt, dus zo naar ze, dan moeten zij KYC over jou gaan verzamelen of zo. Ja, maar ja, ze moeten toch KYC over jou verzamelen als je überhaupt wat doet op hun exchange, zou ik zeggen. Ja, maar bijvoorbeeld een Coinomi wallet niet. Hoe bedoel je? Die kun je gewoon, daar kun je een miljoen op hebben staan. En dat is... Ja. Maar als je dus dat wil gaan verkopen en je zegt, nou ga ik het op een exchange zetten om te slijten, dan moet die exchange zeggen van ho, meer dan 1000 euro. Geven ons jouw hele Coinomi wallet screenshot maar, zoiets. Ja. Ja, en dat is dus, ik zal het nog maar weer een keer gewoon uit de cruheid herhalen, omdat mensen zeggen dat ze het niet begrijpen. He, al die wappie-priders. Als je dus maar blijft gehoorzamen aan wat een overheid jou zegt, en men blijft meespelen met die regels die een overheid jou oplegt, dan ga je er gewoon niet komen. En rechtszaken en demonstraties lopen. Het heeft gewoon, je moet op een andere manier er tegenin werken. En de meest efficiënte manier is om een geld... systeem te gaan adopteren wat niet in de controle is van die overheden. Nou, en als niemand dat doet, dan gaat er dus ook niemand boos worden als ze dit soort regels instellen. Of als ze zeggen, vorige week was er nog een stem tegen het verbod op proof of work mining. Hè, en allemaal dat soort dingen. Als dat er op een gegeven moment, als Ethereum eindelijk proof of stake is gegaan en ze gaan zulke wetgeving wel aannemen. En er is op dat moment dus... Iedereen is druk bezig met de oorlog in de Oekraïne of de politieke arrestaties van mensen die het niet met corona eens zijn. Dan gaat zulke wetgeving er doorheen en dan heb je je grootste mogelijkheid op vrijheid in de afgelopen 200 jaar aan je voorbij laten gaan. Omdat je dus het niet hebt begrepen dat het uiteindelijk... Ja, er zijn ook wel mensen tegen, maar ja, ze doen het gewoon. Wat kan je er nou tegen doen? Je kan er in feite niks tegen doen. Je gaat gewoon in een comité zitten en... En er zijn dus inderdaad mensen die zeggen, hey, wat is dit? Jullie gaan het verbieden. En dan zeggen, nee, we verbieden niks. Het gaat alleen maar om het voorkomen van corruptie en witwassen. Ja, en het is het opbouwen van een verhaallijn. Hè? Want hetzelfde met dat proof of work mining, wat ze wilden verbieden en wat ze niet hebben gedaan in de EU. En dan zeggen ze, nee, dat gaan we nu nog niet doen. Maar ja, het is wel zo vervuilend voor het milieu. Dus het moet eigenlijk wel aan banden worden gelegd. En zo zijn ze iedereen maar aan het masseren dat de bitcoin zogenaamd enorm slecht voor het milieu is. Terwijl dat wat wil jij dan doen om die wetgeving te voorkomen, Yoshi?
mensen informeren. Want alleen als mensen goede informatie hebben, maken ze de juiste keuzes. Volgens mij als... niet, want informeren, dat is iets al wat ik van Stefan Molyneux weer ooit geleerd zei. Als informeren het enige probleem is, zouden er geen dikke mensen meer zijn. Want er zijn genoeg dieetboeken waarin staat hoe je informatie over hoe je af moet vallen. Maar dus komt is, het tweede ding bij, wacht. Doe het niet. Je kan nog zoveel, je krijgt, met informatie krijg je geen grip op mensen. Dat heb je nou met die vaccins gezien. Ze zitten gewoon in een soort fight or flight mode. En iemand zit aan de knoppen van hun reptiele brein. En jij kan informeren wat je wil, er komt gewoon helemaal niks meer doorheen. Dit ben ik ook mee eens met Peter, want dat is ook wat ik altijd wel een beetje had met viruswaarheid. Dat was altijd van, ja, als de mensen maar de waarheid weten, nou dan denken ze er wel anders over. Maar mensen zijn helemaal niet geprogrammeerd voor waarheid. Ja, jij en jullie wel misschien, maar heel veel mensen die hebben een gevoel en die willen alleen maar feiten accepteren waarbij een gevoel wordt. Ja, en het precies, gevoel dat wordt gewoon bepaald door, door wat er op tv wordt. Ja, maar naast die informatie. En dan kom jij met een verhaal, maar dan zeggen ze, ja, dat is jouw waarheid. Maar naast die informatie moet je er dus ook nog een soort van levensstijl tegenover zetten die laat zien dat hun manier van leven leuker kan. En als maar dat moet niet jouw levensstijl zijn, want dan zit je op een kamertje van 4x4 dat is een kutleven. Dan moet je meer Peters levensstijl hebben, gewoon, denk ik. Nou, dan moet je... Dat gaan we dus, ja. Sommige mensen die willen het pas begrijpen als ze honger hebben, Jan Marek, zo zullen we het maar uitleggen. Jongens, ondertussen wordt de hele chat volgetypt. Dus als, ik weet niet of iemand even naar de chat wil kijken. Maar het is toch al positief nieuws. Er is toch positief nieuws te vermelden. Ja. De crypto wordt toch steeds meer ontarmd. Er zijn steeds meer wallets. Dus het gaat steeds meer omhoog. Ja, allerlei soorten crypto gaat steeds meer omhoog. Ik denk overigens dat je niet zo zorgen hoeft te maken over dit EU-verhaal. Want die zeggen dan, ik denk dat ze dan dat die weer hopeloos achter de feiten aan blijven lopen. Dan moet je een screenshot maken van je unhosted wallet. En naar ze opsturen of zo, weet je. Ja, dan kan je gewoon in die screenshot staat alleen die ene crypto die je wil overmaken naar de beurs. Ja, maar volgens mij ook met het kopen van crypto. Als je crypto koopt, dan moet je, zit dat op exchange, dan moet je die exchange, die moet je in Nederland, tenminste met Bitfavo. Misschien mag je ze er niet meer afhalen of zo, dat zou ook nog kunnen. Nou ja, maar nu moet je ze naar een wallet. Die wallet die is dan bekend, dat adres. Ja. Als je dan nog een stap verder gaat, je gaat het naar een andere wallet, dan is het weg. Hmm. Dan zeg je gewoon, ja, ik heb de tuinman betaald of ik heb een gitaar gekocht op Marktplaats. Nou, dat willen ze liefst ook trouwens vanaf. Ja. Want ze willen dat die dingetje, die dikke kale, die grappenhuis, wou ook dat gewoon alle tweedehands spullen op Marktplaats ook allemaal geregistreerd werden. ja, totale controle. Maar op zich dan zijn die WAPI-demonstraties nog niet eens zo raar, want die gaan heel erg over vrijheid. Daar is ook een angst op, een digital currency en een totale controle en dat vrijheid voorwaardelijk is. En dat ze, of je van de ene provincie nog naar de andere mag. Het is ook niet zo dat die WAPI's helemaal voor niks aan het demonstreren zijn. Die zijn ook bezig met mensen een resultaat heeft. En ik denk je een hele hoop manieren moet proberen om het een beetje onder het voetlicht te brengen. De ene woont in Liberland en de andere gaat naar Malieveld. Het is wel misschien allebei goed. Of hier naartoe, aan de komende zondag. Flabbergast die zei, het is nog niet duidelijk hoe de Canadese overheid de bitcoin heeft afgepakt van de truckers. En volgens mij hebben ze alles van de exchanges. Exchanges die zijn gewoon gehoorzaam. Ze zeggen, er exchange die bitcoin hub. Maak maar naar ons over, dan doen ze dat gewoon. Maar wacht even, want er was toch gewoon een crowdfund actie op GoFundMe was er in beslag genomen. Ja, dat was het begin. Zijn ze op crypto gegaan. En ik geloof dat ze zelf ook nog een eigen crypto of een eigen NFT hebben gemaakt, die truckers. Oké, maar is die afgepakt dan? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Er is crypto afgepakt inderdaad. Maar volgens mij wat op exchanges stond. Ze hadden moeite, las ik, om alle crypto te krijgen, in beslag te nemen inderdaad. Hadden ze problemen mee. Dus dat klonk wel als van, er zaten toch nog wat mensen die een hosted wallet hadden, zo gezegd. En daar wil ik ook nog even bij vermelden dat vaak zeggen ze dan, we hebben de bitcoins in beslag genomen. En daarmee bedoelen ze, we hebben een harde schijf
waar de bitcoins op staan. Maar dat betekent niet dat ze... Ze hebben gewoon de computer in beslag genomen, want ze kunnen niet bij de crypto komen. Misschien niet. Maar... Ze kunnen ook een adres blacklisten. Ze zeggen, oké, dit adres. En dan, dan mogen exchanges het niet meer accepteren. Maar dan hebben ze het zelf nog niet. Klopt dat de Jurjen erbij is? Ik zie een foto van Jurjen. Oh, hey. Ja, kan zou best kunnen. Ja. Hey, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, hey. Leuk dat je erbij bent. Ja. Ja, ik ga zo eten koken, jongens. Dan kunnen we beginnen met het eerste bericht. Ja, daarom. Ik heb mijn aanmelding gedaan. Ik wou nog voordat we dat gaan doen... want ik zie nou dat Flabbergast en JF er ook bij zijn en anderen vast ook. Dus wil je wat crypto winnen, dan moet je... Ja, je hebt die wallet nog niet. Dan kun je even hierboven een ongeregistreerde wallet registreren. Zeg maar illegale wallet, zeg jij. Ja. En wat moeten ze raden? Moeten ze raden wat Yoshi gaat eten? Nee. Ja, maar dat zullen jullie allemaal verkeerd raden deze keer. Hoeveel pitten die kookt? Nee. De bekendste libertariër van de wereld. Van de wereld? Ja, het is gewoon Ron Paul. Dat is uitroepteken Ron Paul. Weer hetzelfde. Het is altijd hetzelfde antwoord. Ja, ik heb het vergeten. Onderschatten onze luisteraar. Ja, dus typ in de chat als je op Twitch zit of... Kijken, Stream Elements, dan typ je gewoon uitroepteken Ron Paul en dan maak je kans op... Egeldens. Ik zal ze even laten regenen hier. Hartstikke idee. Oh, het regent. Ja. Okidoki. JF die maakt wel kans. Ja. En het gaat om 10 Egeldens. Die zijn ook weer lekker omhoog gegaan. Nou ja, bijna 20 cent, hè? Ja. Nog even, dit op een euro. Als ze op een euro waren, dan waren al die vrijheidsorganisaties die waren in één keer rijk geweest. Dan was die waarschijnlijk nou inmiddels een tientje, maar ja. Nee, maar goed, ja, laten we met de berichten beginnen. Even kijken hoor, moet ik even de browser erbij halen. Tegen die tijd was ook iedereen zijn bankrekening geblokkeerd, denk ik, dus misschien maar goed. Hè? Ging over de roebel, het eerste bericht. Ja, het eerste bericht gaat over de roebel. Want nooit een bericht over de roebel. Dan zal ik nog even blijven. Ik heb nog een leuke anekdote over de roebel. Want ik liep ik liep vakantie te vieren van de week. En toen dacht ik bij mezelf, ik zal eens proberen om wat roebels te kopen. Je hebt hier overal wisselkantoortjes. Uh-huh. Maar dat ging dus niet echt... Stond er Frans Timmermans, die stond voor jou om ook roebels te kopen. Weet als rekening te betalen. Nee, met die roze trui, dat is hier levensgevaarlijk, joh, in de Balkan. Maar, even denken. Hoezo dan? Word je dan verkracht? Ja. Even denken, hoor. Wat wil ik nou zeggen? Er zat bijna 25% spread op de roebel. Je kon ze niet goedkoop kopen. Je kon ze alleen goedkoop verkopen. Je kon ze niet duur verkopen. Geen van beide mogelijk. Maar ik hoorde dat je in Rusland, mocht je nou gewoon olie aftikken met roebel? Moest je? Ja, nou, niet alleen dat het mag, hoor. Ja, ja. Nou, wou zelfs bitcoin. Bitcoin mocht je ook gebruiken voor grondstoffen. Maar wat was dan de andere? Was er eerst dan alleen maar petrodollar of zo, wat er gebruikt werd, ook voor Russische olie? Hoe zat dat dan? Wat werd er dan daarvoor gebruikt? Ja, waren dat allemaal dollars. En nu altijd is het alleen nog maar in roebels voor onvriendelijke landen, als het... Dus China mag nog wel, als hij wat dollars heeft, mogen ze nog wel dollars. Ja. Kunnen ook mogen die ook in yen betalen? Mogen de Chinezen ook met yen afrekenen dan, bij de Russen dan? Met olie Japanse yen. Yuan. Dat doen we, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, ik vind het wel een goede set van Poetin. Tenminste, het klinkt wel stoer. Wel goed. Ja, ik denk dat misschien ook de reden is dat die roebel helemaal terugkwam tot na het niveau van voor de... Nou, het is wel zo dat invasie. Die bitcoin ook flink omhoog ging toen die Poetin had gezegd je mag bij mij aftikken grondstoffen met bitcoin. Toen zag ik ineens die bitcoin omhoog. En toen dacht ik dan ga ik een leuk kaartje en een bosje bloemen naar Poetin sturen. Ik heb van de week een Corbett Report gezien, corbettreport.com. Ja. En die toonde aan hoe Rusland en Canada
exact hetzelfde beleid hebben aangekondigd met betrekking tot het volgen van de World Economic Forum guidelines, of hoe zeg je dat, Sustainable Development Goals. Of... En sindsdien ben ik er eigenlijk van overtuigd dat die hele Oekraïne verhaal, natuurlijk vallen er echte doden en zo, maar het is ook weer gewoon, het is een manier om een verhaaltje te vertellen over hoe de grondstoffen voortaan niet meer naar het westen, maar naar het oosten gaan. En ja, het is voor mij, is deze stap, het is een soort failliet van de dollar wat we hebben meegemaakt deze week. Ik weet niet, ik heb dat verhaal van Jim Dorsey, zo heet hij, die komiek figuur, die had ik op Libertarische Lobby gezet. Heeft iemand dat gelezen? Jimmy Dore, ja. Die had het erover dat van die petrodollar, dat was een soort deal tussen Verenigde Staten en Saudi-Arabië, dat de olie gekocht moest worden dan in petrodollars, dus door iedereen, dus ook door Italië en wat dan ook. En als tegenprestatie zou Amerika en Saoedi-Arabië helpen als ze ergens binnengevallen moest worden, bijvoorbeeld Jemen of zo, dan zouden ze dat... Ja, maar het was volgens mij meer, dan beschermen we het huis van Saoed als machthebber. Wat eigenlijk betekent dat we gooien jullie regime niet omver, volgens mij. Dat is wat bescherming door de Amerikanen biedt. Want officieel is het, wij beschermen jullie. Maar wij beschermen jullie is volgens mij gewoon synoniem aan, we ondermijnen jullie niet. Ja, maar ook als Saoedi-Arabië ergens een probleempje had met een buurland. Dat hoort ook allemaal bij. Ja, precies. Even breaking news. Even los van het feit dat Poetin zelf ook bij het World Economic Forum zat. Poetin dreigt morgen al het gas af te gaan sluiten. Ja, want de EU had gezegd, of Duitsland geloof ik, die zei we gaan niet in roebel betalen. En net gereageerd. Breaking news. Hij had inderdaad iets van. Die morgen al gaat afsluiten. We runnen geen charity en het gaat toch wel. Ja, mensen blijven maar denken dat hij bluft, geloof ik. Hè? Maar dit is echt het failliet van de dollar, als je het mij vraagt, hoor. Want het gaat erom, die dollar bestaat omdat ze iedereen levert zijn grondstoffen erin, omdat ze eigenlijk de angst hebben. Kijk maar naar Saddam Hussein die even de angst niet had, of Gaddafi die even de angst niet had. Maar ik zie niet zo snel hoe dat zij Poetin de volgende. En toch snap ik Gaddafi dat verhaal niet, Joshi. Want ja, het verhaal is altijd van, nou, dit geeft de dollar waarde omdat het eigenlijk een oliebacking is. Hij is overgegaan van een goudbacking naar een oliebacking. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen hoe dat een constante vraag naar dollars creëert. Want natuurlijk, mensen hebben de hele tijd dollars nodig om olie te kopen. Maar Saudi-Arabië neemt die dollars en die koopt daar Amerikaanse staatsobligaties van. En de Amerikaanse staat die geeft dat weer aan salaris uit, aan uitkeringen enzovoort. En naar Lockheed Martin en Raytheon. Ah, zoals die Dorsey het uitlegt. Die dollar komt toch in de economie in de omloop. Dus het is niet zo dat... Kijk, als Saudi-Arabië die dollars accepteerde en ze daarna aan de fik stak, ja, dan reageerde de constante vraag naar dollars. Maar ja, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Nou, die Dorsey die zei van, en dat is volgens mij een Amerikaan ook, die zei van, ja, omdat iedereen die dollars moet hebben om hun olie te kunnen kopen, hebben dus alle landen dollars en die moeten die dollars kopen op de markt. Dus de Amerika verdient al aan het feit dat het dollars verkoopt. Hè? Daar verdient het al iets op. En er wordt ook onderling onderhandeld met dollars, want die dollars die zijn dus handig om olie te kopen. Dus men, hè? Het is dus in het geldverkeer. Ja, dat dus... heb ik ook mensen horen zeggen, van de reden dat ik euro's in mijn zak heb, is dat ik alles wat ik moet kopen in euro's moet betalen. Maar niet omdat ik de euro nou zo'n goede munt vind. En dat creëert dan een soort, daardoor heeft iedereen een spaarrekeningetje in euro, met euro's of een voorraadje euro's. Omdat alle prijzen in euro's zijn hier. Ja, in olie, dat kun je niet zonder. En datzelfde geldt dan voor dollars en olie ook. Maar dan denk ik van, dat is niet een, iets wat de hele tijd toeneemt of zo. Want dan heb je één keer, hebben alle landen een spaarpotje aangelegd. Nou ja, en dan hebben ze een spaarpotje. En natuurlijk gaat er wat uit als ze dollars kopen. Maar er komen ook weer dollars terug. Maar vergeet niet dat iedere dollar die je maakt... Als de dollar iets minder waard wordt, dan heb je meer droppen. Als die dollar steeds iets minder waard wordt, heb je wel steeds meer dollars nodig, Peter. Ja, toch? Iedere dollar wordt uitgegeven als schuld met rente. Dus je moet ze altijd terugbetalen. Dat is uiteindelijk de eerste... Ja, de rente is inderdaad nog een verhaal van... dat is iets wat ze netto eraan verdienen, ja.
Maar die Dorsey, die zei echt van dit kan wel eens het einde betekenen van Amerika. Als 100 jaar macht, weet je wel. En dat zei trouwens ook een Australiër die heel erg in de financiële wereld, Michael, nou ja, maakt niet uit. Maar die zei van ja, we hebben, die had het zelfs over Nederland. Dat Nederland 100 jaar lang eigenlijk toonaangevend was in eigenlijk de belangrijkste munt. En daarna had je natuurlijk de Victoriaanse tijd met Engeland en daarna Amerika. Maar hij zei van ja, dat kan ook afgelopen zijn. En dit kan wel eens een dingetje zijn van dat het dan afgelopen is met de dollar. Daar heb ik een keer een speech over gegeven bij Liberland. Liberland congres in Oekraïne. Inderdaad heb je zo'n grafiekje met van nou, hier is Britse pond 100 jaar. Hier is Spaanse peseta 100 jaar. En ja, de dollar die zit daar ook tegenaan en dat zal niet lang duren. En nu zie je waarom dat zo is, omdat het uiteindelijk zo gebruikt wordt als chantagemiddel. En iedereen heeft het idee van ja, mensen kunnen er niet omheen. Dus je kan het zoveel misbruiken als je wil. Je kan er zoveel van bijdrukken als je wil. Maar uiteindelijk gaan mensen er natuurlijk wel omheen. En dat is gelijk wanneer het einde is. Maar, sinds 2008 is dat er omheen gaan wel in opmars. En is er dus een BRICS-samenwerking ontstaan. En is een Bitcoin ontstaan. En een heleboel andere cryptomunten ontstaan. Dus ja, het zit er wel aan. Het is nog steeds allemaal geen bedreiging voor de volume wat de dollar loopt. Ik ben een beetje voorzichtig met te zeggen, nou, dit is het einde. Want heel veel mensen zeiden in 1971, toen Nixon het van de goudstandaard afhaalde. Toen zeiden ze van, nou, dit is het einde van de dollar. Hoge inflatie, goudstandaard weg. Nou is het gewoon een stukje papier. En schrijf maar op de dode lijst die dollar. Maar met dat hele Saudi-Arabië verhaal en die petrodollar is het toch weer een tweede leven gekregen. En ik probeer dan wel eens te denken van, ja, zouden ze nog een keer zoiets kunnen doen? Want ik denk dat bijvoorbeeld een Chinese crap dollar... Dat is eigenlijk ook een soort backing. Nee, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Want zolang de Chinezen hun yuan koppelen aan de dollar, dan garanderen zij eigenlijk dat je alle consumentenelektronica en iPhones en alle consumentencrap, kan jij die backen de dollar via de yuan eigenlijk. Omdat je voor dollars gegarandeerd in China alle crap kan kopen die je maar wil hebben. Ik denk dat ze met een central bank digital currency... het nog best, en als ze die ook weer de dollar gewoon noemen, maar dan de digital dollar of whatever, dan kunnen ze daar nog best een tijdje mee doorgaan. Nou ja, ik heb juist het idee, central bank digital currency, dat wordt nog minder makkelijk gehakt. Dat heeft nog meer macht achter zich, dus dat wordt nog sneller misbruikt tot het waardeloos is. Want ja, daar hebben ze helemaal het idee van, nou kunnen ze helemaal niet meer onder ons uit, dus druk maar bij die handel. Ja, negatieve rente. En ga maar boycotten. Wat betekent dat het alleen maar versnelt in een grafzak. Maar die yuan, Chinese crap-backed dollar. Ja, daar, zolang die Chinezen hun spullen blijven verkopen voor dollars. Dan denk ik dat de dollar een soort backing heeft. Ook zonder olie. Ja, dat denk ik ook wel. Alleen dus dat het de wereldreservemunt is. Zodra dat het gebruik van die olie bijvoorbeeld meer in roebels en goud gaat plaatsvinden. Dan valt er wel een... Dan komen die dollars dus vrij. En ja, misschien ga je daar dan wel roebels of goud mee kopen met die dollars. En dan kan de wisselkoers dus wel daar een dingetje van oplopen. Een deukje in oplopen. Nou. Ja, maar het enige wat je tot nu toe ziet is dat de dollar sterker wordt vanwege die hele oorlog. En iedereen rent weer voor veiligheid naar de dollar toe. Dus de euro die pleurde weer in elkaar. Zakte zelfs onder de 1,10. Dus kennelijk ziet men van, oh, deze oorlog, dat is ellende voor Europa. Europa gaat voor gas, want de gasprijzen die zijn helemaal door het dak aan het gaan. En Duitsland kan het niet maken, de motor van Europa, om gas te importeren uit Rusland. Dus die zijn de sjaak in Europa, dan gaat je euro, iedereen weer naar de dollar toe. Die Dorsey had het er ook over van dat eigenlijk dollar en het grote leger wat de Verenigde Staten heeft, dat het eigenlijk samen gaat. De Verenigde Staten lost de problemen op, zogenaamd, dat creëert ze ook. Dus die heeft ook baat bij oorlog eigenlijk en het oplossen zogenaamd daarvan met hun... militaire systeem. En
Daar staat een soort acceptatie van de dollar tegenover. Ja, ik ben er altijd heel sceptisch over dat militaire macht een muntwaarde kan geven. Ja, je kan inderdaad landjes de grond indrukken. En, nou ja, dat is waar hij zegt van die Saoedi's hebben, die hebben eigenlijk het hele leger van Amerika ter beschikking voor hun dingetjes. En die drukken dan door dat het allemaal in dollars moet worden betaald. Dus dan heb je dus aan de ene kant een groot Amerikaans leger. Aan de andere kant wordt dan... Ja, dat is wel zo. Maar de Sovjet-Unie was ooit na de Sovjet-Unie eigenlijk, was het long-term capital management. Die hadden heel zwaar ingezet op roebel-obligaties, Russische obligaties. Want hun theorie was, een atoommacht die default niet. Met andere woorden, iedereen die zoveel atoomraketten heeft om de hele wereld te vernietigen, die hebben per definitie een waardevolle munt. Omdat ze gewoon iedereen de baas kunnen zijn. En toch knalde die roebel in elkaar, omdat... Atoomraketten geven je munt geen waarde. Het enige wat je munt waarde geeft is als je er iets zinvols voor kan kopen. En ja, je kan er wel iets mee doen natuurlijk met zo'n leger. Want je kan er wel angst mee aanjagen en je kan er mee afdwingen. Maar je krijgt voornamelijk dat een hele hoop mensen gaan liegen. Dus ik denk dat Saudi-Arabië heel erg liegt over hun olievoorraden. Want ze weten van als het op is en we zeggen de waarheid, dan zijn we de sjaak. Dus zou best wel kunnen dat die olie opeens op is. Ik zit in de chat te kijken, maar je EF die zegt het nog sterker. Weet je wel, van, ik zeg nog van ja, dat militaire industriële complex, dat wordt als leenagent eigenlijk gebruikt. En dan staat iets tegenover, dat is nog een beetje. Maar JF die zegt het nog sterker. Die zegt dan het leger wordt gebruikt om olieverkopers te dwingen. Ja, dat is wel diefstal eigenlijk. Ja. Je kan het een beetje vergelijken met de maffia, weet je wel. Van, Niet op de scherming van jouw restaurant. Dan slaan we je ruiten niet in elkaar, weet je wel. Nee, dat zeggen ze nooit. Het zou zonde zijn als het met je ruiten zou gebeuren. Het zou vervelend zijn als er bij jullie een kleurenrevolutie komt in Saudi-Arabië. Er staat een hele mooie auto voor de deur. Zou jammer zijn als daar iets mee zou gebeuren. Hè? We hebben ook weer een nieuwe iemand in de chat. Zie je, Kuifje 7. Dus, hallo Kuifje. Ja, ik lees Kuiltje, maar oké. Okay. Oh, Kuiltje, oké. Okay. Ja, ik ben dyslectisch, ja. Nog een scenario trouwens, nog een scenario. Want wat ook heel veel in dollars wordt afgerekend, dat zijn die prikjes. En drugs. Ja, zouden ze nu niet een nieuwe variant loslaten om de dollar te redden? Nu Poetin overgaat op de roebel? Ja, ik betwijfel dat ze zelfs die prikjes kunnen produceren. Want ik bedoel... Het bleek dat onlangs ook alle vitamine C kwam uit China. En alle mondkapjes komen uit China. Volgens mij zelfs die prikjes die worden niet meer in Amerika gemaakt. Oh, Kuiltje, dat is de nieuwste. Kuiltje is de nieuwste vriend van de e-gulden volgens mij. Okay. Ja, volgens mij heb je helemaal geen variant nodig. Want ik sprak laatst met een vriend van mij. Echt een lieve jongen hoor. En... Maar weet je, iedereen die ik ken, maar echt iedereen, 100% heb ik het over. Ze zijn allemaal ziek. Ze zijn driedubbel volgeschoten, ze hebben allemaal... Maar weet je wat ik dan tegen ze zeg, hè? Ik zei, als ik een hond had en die zou ik 3 keer laten injecteren tegen rabies. En hij zou rabies hebben. Nou, dan zou ik wel die dieren uitbellen. Zo van, godverdomme, wat is dit nou voor kut? Snap je? Hey, ik weet al welke reactie je krijgt. Ik weet al welke reactie je krijgt. Want ik zei dat vandaag ook. Er was weer een collega die was ziek. Die had corona. Helemaal driedubbel ingeënt. Ik zeg, en het halve team viel onderuit. Ik zeg, het lijkt wel of die niet werken, die spuitjes. Hè. Gelijk komt er een reactie in de chat van ja... Maar anders was het veel erger geweest. Ja, dat weten ze zeker. En dan denk ik van, nou, je bent dan 45. Je hebt nog nooit aan de beademing gelegen na een verkoudheidje. Nog nooit. Maar nu zeg je, ik ben nou gewoon ziek en 2 weken en hoesten en koortsen 10 dagen. Maar ik heb niet aan de beademing geleverd. Dus die prikjes die helpen gewoon. Maar Jurriën, waarom zouden die prikjes eigenlijk in dollars betaald worden? Hey, want dat zei jij net. Maar... Science, Jan-Mark. Science is dat. Omdat Pfizer uit Amerika komt. Het Nederlandse vaccin Janssen en Johnson & Johnson. Die komt ook uit de VS. Dus Moderna komt uit de VS. Dus het wordt allemaal afgerekend in dollars. Het is toch ook een Zweeds iets? Een Zweeds AstraZeneca of zo?
Ja, AstraZeneca. Die hadden in het begin van de crisis hadden die een vaccin. Alleen dat hebben ze al vrij snel redelijk van de markt gejaagd. Hè? Dus als je kijkt naar de laatste prikken in Nederland, dan zijn het, hebben de mensen die een prik hebben genomen, die hebben allemaal Pfizer's en Moderna's gehad. Dus allemaal dollarprikken, laat ik het zo zeggen. Maar die koers van Moderna, die was nog een beetje aan het in elkaar klappen, geloof ik. Ja, die waren het hoogtepunt, zijn ze 449 geweest en nu 174. Die hadden wat problemen met de integriteit, zeg maar. Ja, het is ongelooflijk dat... Bij het Wuhan Lab, toch? Ik weet niet meer wat het precies was, maar volgens mij was er... Er was er iemand van een hedge fund en die had daarin zitten graven. En die zegt, er is gefraudeerd met die testdata. En die is toen gaan shorten en overal gaan lekken en zo. En toen zijn er... Dus eigenlijk staat die gewoon weer op de koers van april 21. Maar dan is dat nog steeds wel hoger natuurlijk. Vergeleken van voor de crisis was het... Voor de crisis was het 25, dus dat is nog steeds... Maar zelfs er zou er wat gefraudeerd zijn met de testdata. Denk je dat mensen als Anthony Fauci en die gabber, die ecstasy-dealer Kuipers van ons... Denk je dat die echt, als dat zo is, dat ze dan geen Moderna gaan kopen? Nou, ja, je zou zeggen van, nou, niks... Geen greintje waarheid is bestand tegen dat soort mensen. Want er is ooit ook een motie aangenomen dat je niet meer met die, Oosterhuis, de overheid niet meer met die Oosterhuis contact mag onderhouden. Dat is ook aan de kant geveegd. Maar als je kijkt wat er nou met die Biden laptop gebeurt, het werd eerst helemaal aan de kant geveegd en nu komt het toch in de boven borrelen. En ik heb het idee dat ze er nu niet meer van afkomen. En ja. Het is natuurlijk toch altijd lastig, ook Hillary Clinton is nou beboet voor het planten van dat bewijs dat Trump een collusie met de Russen had. Daar is natuurlijk, moet ze boete betalen en dat boete gaat naar de staat toe en die staat is gewoon van Biden. Eigenlijk betaalt ze gewoon Biden geld. Dus dat betekent helemaal niks en het is ook een boete van niks. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat het nog wel eens verrassend kan zijn dat... Ja, dat zeker in Amerika, dat als je maar lang genoeg doorgraaft, dat je uiteindelijk, het kan een wending nemen. Zeg maar. Het is heel vreemd dat zelfs de Washington Post nou en de New York Times die laptop als waar herkennen. Daar gaan we nog over hebben. Daar gaan we nog over hebben natuurlijk, maar om aan te geven dat een verhaal toch wel een rare draai kan krijgen. Dus zo'n bedrijf kan toch voor gaas gaan, ook zo'n bedrijf. Want ik heb ook het idee, Pfizer heeft natuurlijk ook een enorme boete gehad, dat ze ook niet willen dat deze bedrijven te kapsones krijgen. Dus die hebben nou veel geld verdiend, maar dat wordt ze ook weer afgenomen. Ze denken nou dat ze heel wat waard zijn en dan krijgen ze straks opeens een boete van 1 biljoen om hun oren. En dan spelen ze echt wel dat schandaal op. Dan zeggen ze, ze hebben ons bedrogen en ze kijken wat ze gedaan hebben. En worden ze voor het congres gesleept en moeten ze getuigen en... En voor je het weet moeten ze een biljoen betalen of zo. Niet dat dan... 1 biljoen honk, hè? 1 biljoen honk. Dat het dan de volgende keer niet gebeurt, weer gebeurt zo. De volgende keer wordt het net zo makkelijk. Maar ik denk dat die bedrijven moeten leren dat je kan wel veel geld verdienen met zo'n scheme. Dan denk je wel, ik heb de overheid aan mijn zijde. Maar het kan je ook zo weer afgenomen worden. Want de overheid wil altijd duidelijk maken dat de corporations niet de baas zijn. Uiteindelijk zijn zij de baas en zij kunnen ook... onderdelen van de overheid die kapsones krijgen, kunnen ze even de grond in slaan. Zoals bij onze Belastingdienst ook. Hè? Die hadden ook een beetje kapsones. Boom, die worden ook even een kopje kleiner gemaakt. Maar je hebt natuurlijk wel, Peter, dat mensen natuurlijk aandelen kopen in zo'n Pfizer en misschien een BlackRock of zo. En die net op tijd weer weg zijn. En dan komt die boete of zo. Ja, ja. Ja, die Pelosi. Dus er zijn ook mensen die gewoon... allemaal vrij snel. Ja. Ja. Maar we moeten ook weer verder met de berichten. En... Ja, jongens. We kunnen ook even naar Duitsland toe om goedkoop te tanken. Want die gaan het ook omlaag gooien. Ja, het raar is dat je dan in Nederland... Ik was bijna blij, van dan gaat het einde van het kwartje van Kok. Dan gaan de accijns omlaag doen om de mensen te ontlasten. En dan hoor je, België verlaagt ook de accijns. Duitsland verlaagt de accijns op benzine ook met 30 cent per liter. Dat is het dubbele van de verlaging in Nederland. Ja, ja. Dus... Ja. Toch naar Duitsland. Hij kwam niet aan de grens, dat is kut.
uiteindelijk incasseren ze toch altijd meer belasting in Nederland. Ja, het wordt weer tijd om illegaal, vroeger ken ik wel mensen die rode diesel. Illegaal, ja, dat heb je ook. Ik heb maar je hebt ook illegaal gas, illegaal LPG in de, dat ken ik al vroeger van die hippies, die gingen allemaal zo'n illegale LPG tanken. Het zat gewoon los in de kofferbak. En dan hoeven ze niet die premie te betalen daarvoor. Volgens mij is het ook zo dat de wegenbelasting dan heel hoog valt. Ja, de wegenbelasting die hoeven ze dan niet te betalen, want dan hadden ze gewoon illegaal gas. Maar die tijd kan wel weer terugkomen. Ja, ik weet trouwens hoe duur is gas is eigenlijk, LPG? Is gas dat, erop. Ja, bijna niks in Nederland. Volgens mij 60 cent of zo, ik weet het niet. Maar, Het is ook allemaal omhoog gegaan, denk ik. Oh, het is ook allemaal omhoog. Tuurlijk, want, ja. Ik zag laatst dat diesel was 2 euro. Dat is meer dan ik vroeger voor benzine betaalde. Het is echt horror. Maar ik lees hier JF zonnebloemolie in de dieseltank. Ja, maar ik ken nou toevallig mensen die zonnebloemolie aan het hamsteren waren. Gewoon. Ja, dat is met 440% gestegen in prijs. Je zonnebloemolie. Ik zag op Marktplaats een fles zonnebloemolie voor 50 euro aangeboden. Ja. Ja. Je kan bij mij een fles olie, een fles zonnebloemolie voor 150 euro kopen, Jan-Marc. Ja. Wat een koek. Ja, we waren op tijd met hamsteren, dus we zitten goed in. Ja, goed. Ik heb daarna gehoord van dat heel veel zonnebloemolie gewoon in Frankrijk wordt gemaakt. Maar op een of andere manier komt het dan niet zo makkelijk in Nederland. Ik denk dat inderdaad is. Je kan inderdaad je kan dat gebruiken in een dieselmotor, die zonnebloemolie. Ik heb het idee dat als die prijs dan zo omhoog gaat van die brandstoffen, dan wordt het op een gegeven moment is er arbitrage mogelijk. Dat is al eens eerder geweest in Nederland. Dat het goedkoper was om slaolie te kopen dan diesel te tanken. En dan zijn de schappen in no time leeg. Dat is, het ruikt een beetje vreemd, maar je kan de motor een beetje aanpassen en dan draait hij erop. Ik heb het idee dat gebeurd is, ja. Ja, toen het andersom was, toen dan gooide ik inderdaad diesel over mijn sla en zo. Maar nu moet het andersom. Andersom werkt het minder goed, maar... Nee, maar... Ja, maar ik ken ook een gozer, dat was dan zo'n boer, die gooide inderdaad rode diesel erin, maar dat zat iets in dat je dan nog, jaren later kon je dan nog meten dat er ooit rode diesel in zat. Ja, dus je mocht de rode echt kleur. Absoluut... Die rode kleur. Ja, echt, alleen door de kleur? Ja, die moest erop, want... Je moet je tank verven daarna. Ja. Maar kan je dat er niet uitfilteren of zo? Of die heel lang blijft. Kijk, er zit altijd nog een beetje in en dan gooi je er weer wat overheen en dan mengt zich weer een beetje. Maar hij zei dat je heel lang mocht je niet aangehouden worden, want dan konden ze dat toch nog dresseren. Maar goed, lees hier, jij hebt rode diesels alleen nog maar voor de scheepvaart. Ja, toen was het dus ook voor agrarisch werk. Ja, gewoon de boeren en zo hadden ook rode diesel voor de tractors en zo. In die tijd. Ja. We gaan nog even naar het volgende berichtje. Goed nieuws, Willem Engel, die is weer vrij. Per 1 april is het trouwens, belastingverlaging. Dus als je het gaat tanken, even wachten tot 1 april. Ja, geen grappen. Je kunt je fiets nemen. Dan blijkt het allemaal gewoon een grap te zijn. Ja, komt Rutte. Hahaha, gefopt. 50% belasting erbij. Maar wat geen grap is, is dat Willem Engel weer op vrije voeten is. Weliswaar onder voorwaarden. Hij mag dus niks op... sociale media plaatsen. Dus dat is dan weer jammer, maar... Ja, dat vind ik wel kut, eigenlijk. Ja, dat kan hij natuurlijk via zijn maatjes wel doen, natuurlijk. Dat maar... is belachelijk dat de overheid dat gewoon kan zeggen. Ja. Maar ik vind het belachelijk dat hij het naleeft. Ik zou gewoon natuurlijk... Ja, maar dan had hij nog vast gezeten. Ja, ja had je ook kunnen doen. Ja. Dat hij gelijk weer in de gevangenis, natuurlijk. Ik weet niet of je daarna zoveel mee bereikt met de hele tijd in de gevangenis zit. Nou, hij kreeg veel brieven, zei hij, dus laat het bij die mensen maar leven. Maar Nelson Mandela heeft het ook wat opgeleverd, toch? Dus... Ja, maar hoe lang zat hij daar? Nou ja, je gaat ervoor of je gaat er niet voor. Nou, dan ga ik er niet voor 25 jaar in een bak, Joost, zie ik maar één leven. Okay. En wie zal zeggen dat als Mandela iets had gedaan waardoor hij niet in de gevangenis kwam, of het dan ook niet op dezelfde tijd weg was geweest, misschien al eerder... Of dat wat geholpen heeft, maar wat het effect heeft gehad, dat weet je ook niet. Maar weet je wat het erge is? Ik heb alles buiten genomen en ik heb een verkoudheid gekregen.
Maar het ligt niet in de beademing. Dus, kijk, ik snap gewoon niet dat dit mag. Want weet je wat het punt is? Hij wordt dan verdacht van opruiming. Nou, dan zou je kunnen zeggen van... je mag vrij, maar dan moet je niet doorgaan met opruimen. Weet je wel? Maar los van wat dat dan is. Maar goed, hij mag dus ook niet gewoon zeggen... Ja, mijn moeder is 75 geworden. Mag je ook niet zeggen. Nee. Wel, waar slaat dat op? Nee, jij zegt nu mag. En hij heeft inderdaad op basis van de wet nu een deal gemaakt waarin dat hij dat heeft afgesproken. Ja, maar dat is toch een hele rare deal. Ik bedoel, het is een compleet onlogische deal. Het is gewoon een maar het is ook heel onlogisch dat iemand zijn kop eraf hakt als die geen olie voor dollars meer verkoopt. Maar toch gebeurt het aan de lopende band. Dat is geen deal. Een deal is als je in vrijheid tot een overeenstemming komt van oké, ik lever dit, jij levert dat, oké. Maar als er een pistool op je hoofd staat, is er geen deal mogelijk. En want dan, als je dan je geld afgeeft aan degene die de pistool op je hoofd hebt, dan zou het dus geen roof zijn, maar dan heb je gewoon een deal gemaakt. Ja. Met een deal die je niet had moeten maken, want je door je kop moet laten schieten. Ja. Ik vond het wel een goede deal, want anders had je een kogel in je kop gehad. Dus dan was je gewoon 30 euro kwijt, dus dat was best een goede deal. Laat ik het ook gewoon een andere account aanmaken. Noemt zich Willem Bengel of zo. Ja, ik krijg net als met hoe heet het ook alweer, met Trump, dat hij Trumpido heet, of hoe heet ik alweer, dan is hij wel op Twitter en heeft hij zo'n snor en dan heet hij Mohammed Trumpi of zo heet hij dan. Ja, die berichten over de AD, als je het leest, het is al hemeltergend. Engel heeft de voorwaarden om weg te blijven van sociale media zelf aangedragen op de zin. Rechtbank, dat de kans dat hij opnieuw de fout ingaat klein is. Hij is nog niet eens geoordeeld. Hoe vinden jullie die social credit system? Dan denken ze, ja, ik mag het niet klagen. Mensen staan te juichen, hè? Dat gewoon zo'n Willem Engel wordt opgepakt. Ja. Dat ze er gewoon, ja, goed zo. Ik snap dat niet. Die staan te juichen om hun eigen invoering van de dictatuur. Dat het gebruiken van het rechtssysteem is gewoon zinloos. Het gebruiken van hun rechtssysteem is eigenlijk zinloos. En dat doet. Ik hoorde iemand laatst een vergelijking maken met Lord of the Rings. En die zei: ja, die Lord Sauron. Die was voorbereid op een groot leger dat hem kwam aanvallen. Zeg maar. En daar zat hij op te wachten. En dat moet je dus niet doen. Het was ook de Corbett Report. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, het komt een Corbett Report, ja. Ja. Dacht ik, hier is Yoshi uit Lieberland. Want ze zoekten een heel erg... Ja, een hobbit. Een hele erg onopvallende figuur eigenlijk. Die niet de ring aan zijn vinger doet. Want dan ben je gelijk de Sjaak. Maar hij hangt de ring om zijn nek. Hij wil niet de power of the ring hebben. En hij komt alleen om in Mount Doom te gooien. Dat is inderdaad een Corbett report, ja. En vond ik wel een mooie vergelijking. Ik denk dat inderdaad, dat als de overheid weggaat, is dat niet door een revolutie. Of het is niet doordat ze een rechtszaak verliezen met hun eigen rechtssysteem. Nee, het is omdat... Omdat waarschijnlijk de mensen gewoon gaan gapen. Dat heeft die Stefan Molyneux wel eens gezegd. Het eindigt niet met een revolutie, de overheid. Het eindigt met een gaap. Gewoon omdat mensen zoveel leugens gehoord hebben. Een beetje zoals de Oscars, zeg maar. Dat er gewoon niemand naar meer wil kijken. En dat ze een of andere domme ding in scène zetten. Een incident in scène zetten. Om maar mensen te proberen terug te trekken. En op een gegeven moment zijn mensen die incidenten... Die soort false flag in de Oscars. Daar zijn ze ook helemaal zat. Van, oh jee, dan gaan ze gespeeld ruzie maken met elkaar om weer kijkcijfers te trekken. Op een gegeven moment is gewoon iedereen, die wil er gewoon niet meer naar kijken. En dat is denk ik het einde van de overheid, als iedereen stopt met kijken. En niet als je je opwint, boos maakt en rechtszaken gaat voeren met hun rechtssysteem of gaat demonstreren. Ik denk dat het einde hoera, is inderdaad. Peter, gewoon. Hoera. Ah, die rechtszaken die vind ik wel interessant, omdat zij van tevoren al weten dat ze die verliezen. Maar ik vind wel dat ze daar wel iets mee hebben aangetoond. Want ik had er ook niet zoveel vertrouwen in. Maar ik wist ook weer niet dat het echt zo ontzettend verschrikkelijk is. Dat het echt gewoon, dat het gewoon niet 90% corrupt is, maar volledig 100% corrupt. En dat hebben ze wel met viruswaarheid voor elkaar gekregen.
Dat het inderdaad zo erg is. Er is totaal... Ja, bij jou. Ja, maar en, luister, er zijn meer mensen zoals ik. Er zijn meer mensen die denken van, nou, ik weet niet, het is misschien een beetje funky, maar die weten niet hoe funky. Maar er zijn en, er dus ook nog een heleboel die lopen te juichen als ze Engel arresteren. Ja, ja, dat weet ik wel. Maar weet je, ach, Jezus, Christus, ja. Wat moet ik moe van die gozer. Maar het is toch gewoon, er zijn gewoon mensen die nog denken dat een trius politica, dat hebben ze op school geleerd, dat dat nog iets voorstelt. En dan hebben ze misschien wel het idee van, er zal wel een beetje corruptie zijn. Maar door die rechtszaken is het gewoon heel duidelijk geworden dat het echt, dat een rechtszaak tegen de staat gewoon 100% kansloos is en dat het 100% corrupt is. En dat ook een avondklok er echt binnen 4 uur weer op zit, omdat zo'n corrupte tan erbij wordt geroepen. En dat, weet je wel, ze hebben dat mooi laten zien. En dat Yoshi daar niet geïnteresseerd is, ik vind het dat ze dat mooi hebben gedaan. En dat is ook mooi gerecht. Die moet ook naar de pers komen, dat niemand die bagger media meer leed. Dat er zo'n zinnetje als Engel kwam grijnzend de rechtszaak binnen en werd met applaus ontvangen door zijn aanhangers, onder wie zijn vriendin. Het lijkt wel een voorstelling, zei de politierechter tegen de van beroep dansleraar. Dat het zo gekunsteld nog even, ja, we moeten er nog wel even inzetten dat het een dansleraar is. Ja, maar die media, daar hebben ook steeds minder mensen trek in. Weet je, want kijk, ja. Propaganda, hoe erger, want je merkt ook, propaganda, ja. Dat blijft nooit op één punt. Dat moet elke keer ietsje erger. Dus uiteindelijk komt het op een punt dat bijna iedereen het belachelijk vindt. Ja, ja en wat dat betreft dwingen dit soort mensen de acceleratie wel af. Ik denk dat wel een gunstig punt is van wat Willem Engel doet. Ja. Dat hij door dit op de spits te drijven, moet iedereen zijn kaarten laten zien en steeds meer. En ze moeten steeds belachelijker stunten gaan uithalen. En de stukjes klinken gewoon steeds gekunstelder. En de trucjes worden steeds duidelijker. Ja, en ze leggen dossier aan. Ja, niet aan iedereen. Maar ik denk dat op een gegeven moment iedereen er gewoon helemaal op de been van krijgt. Precies, en ze leggen een dossier aan. Je ziet nu gewoon wie er niet deugt. Je ziet zo'n rechte tan. En ja, die moet inderdaad ook gewoon haar ding doen en dat is corrupt zijn. Maar je ziet het ook. En het is bewijs is er ook geleverd. Nu hebben we gewoon alle drek komt naar boven. En je hebt er ook de mannetjes bij en de gezichtjes bij en de naampjes bij. Ja, dat is eigenlijk met de New York Times ook en de Washington Post. Die allemaal, al die lui die zeiden van nee, die laptop is Russian disinformation. Die moeten dat nou allemaal teruglopen. En dan heb je wel on the record van, als iemand zegt, ja, maar de New York Times zegt dit en dat. Dan kan je zeggen, ja, maar de New York Times is gewoon bewezen. En de Washington Post zijn gewoon bewezen bullshit kanalen. En hier is het bewijs. Trouwens, Eldor is ook gearresteerd. Hè? Eldor van Echelen, die van Vechelen. Eldor van Vechelen, die demonstratie ben ik geweest bij Malieveld. Maar dat is een donkere jongen uit Enschede die... allemaal demonstraties heeft georganiseerd. En dat is een gozer waarvan ik wist dat hij ook eens een keer gewoon, hij ging naar een rechtszaak toe, gewoon om in het publiek te zitten. En hij werd gewoon opgepakt terwijl hij onderweg was. Hij werd in een cel geflikkerd, zonder aanklacht, maar ook zonder dat het doorgegeven werd. En op een gegeven moment ging zijn vriendin ook bellen van, nou, hebben jullie hem dan? Nou, nee, weet van niks. Op een gegeven moment kwam hij gewoon weer vrij. Ook zonder aanklachten of wat dan ook. Werd hij weer, net een beetje 1984, weet je wel. Dat mensen zomaar verdwijnen en dat op een gegeven moment weer verschijnen. Dus dat is helemaal gebeurd. Maar hij schijnt ook vast te zitten. Dus niet alleen Engel. Mm. Ik geloof dat Harg Plug is wel weer vrij. Die cameraman van Harg Plug. Ja, die zijn sinds een week weer vrij. Ja, precies. Maar het is dus niet alleen Engel. Hè. Het is dus, ze zijn... natuurlijk Riepke die 2 keer opgepakt is. Maar kijk, wat ik ook denk is van... het is ook een beetje een voorbeeldfunctie, weet je wel. Want, ja, ja. Kijk, ja, in principe... Intimideren. Is een in principe kunnen ze veel beter mij in de gevangenis gooien. Als je kijkt wat ik allemaal zeg hier, dan zou ik al lang vast moeten zitten. Maar ja, het gaat er gewoon om dat... Ik ben een kleine jongen, zijn grote jongens. En het is ook juist leuk om zo'n figuur die zegt van ja, blijf in liefde. Nou, als die al met zo'n tekst van blijf in liefde de gevangenis in gaat, nou, dan kan echt iedereen de gevangenis in worden geflikkerd. En dat is precies ook wat ze ermee kunnen uitstralen. Een mooi voorbeeld stellen. Ja, toch wat de nazi's deden, voordat ze aan de macht kwamen, aan de macht komend, is niet de topfiguren met een publieke image aanpakken. Want als je dat doet, dan krijg je een uproar en dan hebben mensen te veel door wat er aan de hand is. Maar wat zij deden was van die mid-level
oppositieleden omleggen. En daarmee joegen ze mensen zoveel angst in dat niemand het middenkader meer durfde te vormen tegen de nazi's. Ja, maar misschien is hij dat dan ook wel een beetje. Want kijk, ze hebben hem natuurlijk heel klein gehouden en ze hebben hem ook geridicaliseerd om te zeggen, ja, het is mijn dansleraartje. Dus hij hoort nog niet helemaal. Misschien als ze een Karel van Wolferen zouden pakken, dat dan meer raar en snap je? Dan heb je toch iemand die heel lang bij het NRC heeft gewerkt. Gideon van Meijer of zo. Ja, zoiets. Ja, dat meer. Ja, precies. Baudet misschien. Ja, precies. Ja. Dat is dan. Dus ik denk misschien dat Engel inderdaad wel bij die middenklasse hoort dan. Want dat lijkt me inderdaad de beste strategie. Want als je bijvoorbeeld ook Poetin om zou leggen of zoiets. Ik denk dat je het Russische volk dan helemaal woedend maakt. Maar als jij een beetje de derde level secondante omlegt. Ik denk dat is volgens mij hoe al die organisaties te weg gaan. Net zoals laatst zei, die chauffeur van Poetin. Die in zijn auto reed en opeens komt er een auto van de andere rijbaan. Die gaat het stuur om. Die raadt ze over de middenberm heen. En die chauffeur is dood. En deze chauffeur Pablo van Christen. En Pablo Escobar ook. Ja, Clinton heeft al een heleboel chauffeurs die de dood hebben gevonden. Maar Pablo Escobar ook, gewoon iedereen in zijn omgeving, steunpilaartjes, gewoon allemaal omleggen. En dat is beter dan proberen de topman om te leggen. Denk ik. De topman is uiteindelijk ook misschien iemand waar je nog mee wil onderhandelen. Want die heeft de macht al. En dat is wel lekker om iemand die dan... Ja, want die kan je uiteindelijk, als je al zijn adjudanten en kolonels en majors hebt vermoord, dan gaat die gewoon een verdragje tekenen, zeg maar. Ja, als hij doet van ongeveer wat jij wil dat hij doet, dan heb je gelijk het hele land een beetje ongeveer. Volgers heb je naar mij, want hij, jullie topman is akkoord gegaan. Ja. Maar trouwens over dat, want dat zei Julian over dat World Economic Forum, hij is er uitgebonjourd, weet ik. Maar ik kan me ook zo heel goed voorstellen, als ik Poetin was, zou ik ook bij het World Economic Forum gaan. Want dan zou ik gewoon wel willen weten wat er allemaal bekokstafd wordt. Dat zegt mij niet zoveel dat hij bij dat raar vind aan het verhaal, heb ik ook gehoord. Het is inderdaad, Klaus Schwab staat op video al zeggen van, I'm very proud, Poetin, part of the World Economic Forum. Maar als je kijkt die young global leaders, daar is Poetin een beetje oud voor om daar ooit bij te zitten. Het bestaat nog niet zo heel lang, dus ik weet niet precies wat daar waar van is. Misschien dat... Nee, maar dat moet je ook even bij de Corporate Report dan opzoeken. Nummer, ik zal hem er even zelf bij pakken, dan deel ik de link. Want ze zijn er gewoon onderdeel van. Of die nou bij de Young Global Leaders heeft gezeten, of dat hij nou te oud was of niet. Met die Young Global Leaders was hij een keer op uitnodiging erbij gekomen. Hij zat niet echt in een vaste club, is wat ik ervan mee heb gekregen. Nou, maar ik heb het idee dat ze wel zo werken bij het World Economic Forum. Je staat op een selfie met ze en dan zetten ze je voor de zekerheid op de lijst. Ja, en als jij dan ooit een positieve macht bereikt... Dan, je bent vereerd en je bent uitgenodigd, dus je gaat daar gewoon een keer langs en je wilt dat een keertje meemaken. Ja. Oh, wat een interessant, kom maar langs en jij wordt opgehaald door het vliegtuig en je mag bij ons eten en slapen. Ja. Nou, en dan... Op dezelfde manier zou ik ook best op een selfie kunnen staan met Epstein op zijn eiland, zeg maar. Maar als je hoort, er is een miljardair. Leg uit, Peter, leg uit. Er is een miljardair en die heeft een eigen eiland en die doet heel veel aan subsidies voor wetenschap of zo. Heb je zin om een keer, hij geeft een feestje, heb je zin om een keer langs te gaan? Ik zou echt zero research hebben gedaan, en nu meer, maar ik zou, je wordt opgehaald door een vliegtuig en er is een barbecue of zo. Nou, teken mij maar bij je. En dan kom je daar. En dan denk je, oh shit, nou ben ik nou terechtgekomen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dat gebeurt, ja. Maar ik denk, kijk luister, ik geloof er wel in dat misschien de burgemeester van Ottawa en misschien ook wel die van Moskou en misschien ook wel een Halsema, dat die door dat soort dingen komen waar ze...
moeten komen, willen komen, zeg maar. Dat ze gepusht worden vanuit dat World Economic Forum. Maar ik geloof niet dat een Poetin aan de macht is gekomen door dat World Economic Forum. Nee. Ik denk eerder dat hij... Kijk, het lijkt me ontzettend stom om niet naar het World Economic Forum te gaan. Ik zou gelijk gaan. Ja. Je wil weten wat er aan de hand is, toch? Ik zie het niet anders. En je krijgt er volgens mij niks te horen ook, hoor. Want ik weet ook eens een bitcoiner, die was al die raadde bitcoin al aan toen op $1 stond of zo. En die video is er ook nog steeds. En die was ook naar het World Economic Forum. Da Vinci J15 ja, heet die. Ja, klopt. Ja. En die zit daar dan waarschijnlijk ook in een clubje. Maar die zit natuurlijk niet in het clubje waar de dingen bedisseld worden, denk ik. Je betaalt wel de hoop, maar je wil niet zeggen dat je overal... Maar kan je zeggen van die Da Vinci J15, dat die ook... dus ook een webmember. Maar dit is gewoon waarschijnlijk iemand die had een hele hoop geld met zijn bitcoin verdiend. Die denkt, ik wil wel eens weten wat daar gebeurt. Hup, ik koop even dit ticket. Misschien als jij een membership... Die gozer woont in Dubai inmiddels. Als jij een membershipkaart hebt, dat daar een paar cafeetjes zijn waar je gratis koffie kan drinken of zo, weet je wel. Ja. Ik geef Jan Mark gelijk, je wil gewoon weten wat daar gebeurt. Alleen ik vraag me af of jij... Je zal niet gelijk in de hoogste echelon zitten natuurlijk. Nee, maar ik denk wel dat als je daar wil komen... $15,000 neertelt voor een kaartje gelijk overal alles te horen krijgt. Ik denk wel dat als jij bijvoorbeeld net als Poetin president van Rusland wil worden, dat het alleen maar kan als jij door die WEF heen komt, zeg maar. Hij was nooit president geworden als hij daar nooit... Nee, Poetin kwam van de KGB, hè? Ho, ho. Nee, maar hij was nooit op deze plek gekomen. Rutte is totaal anders. Rutte is totaal anders iemand die uit die uit die KGB deep state komt. Die zit al in het systeem, die zit al heel dicht bij de macht en die wordt dan president van Rusland, maar die is niet door Klaus Schwab daar neergezet als president van Rusland. Nee, zo is maar dat als hij daar niet naar gegaan. Klaus Schwab was gegaan, dan was hij ook geen president geworden. Dat is wat ik zeg. Als wat? Hij niet naar Klaus Schwab was gegaan om eens met zijn clubje te spreken, was hij ook geen president geworden. Poetin? Ja. Nee, klopt niks van. Maar nou, ik heb zojuist een mooi berichtje. Daar moet je bewijs voor hebben dan. Ja, ik heb een berichtje gedeeld in de chat, dus die mag je even gaan kijken. Oké, dan weet ik misschien dingen niet, maar dat... Okay. Het is één grote club. Het is één grote club die de macht over burgers wil pakken. En of je dan deze oorlog met Poetin in Oekraïne is ook net zo staged als... Ja, maar zelfs al... Ik ga het lekker lezen. Maar zelfs als het waar is, dan kan ik me ook voorstellen dat hij heel makkelijk weggaat van dat clubje als het hem beter uitkomt. Ik wil nog even iets zeggen. De ene keer creëren ze een ISIS, zodat ze alle jonge gasten die zijn meegegaan in hun islamverhaal daar kunnen afgeknald worden. De volgende keer creëren ze een Oekraïne, zodat alle rechtsextremisten. Maar ik geloof er niet alle rechtsextremisten een kopje kleiner gemaakt. Nou, ik geloof er niks van dat Klaus Schwab en het World Economic Forum de hele wereld onder controle heeft. Er zijn gewoon mensen die gewoon zo spoeten, die denken van die zien gewoon wat er gebeurt, maar die zien hun belang en die zien dan dat bepaalde belangen van World Economic Forum of de NAVO of USA, Biden, maakt niet uit. Dat vinden zij dan even niet hun belang. En die gaan gewoon hun eigen koers varen. Want Klaus Schwab verder, dan staat die Klaus Schwab bij te janken. Klaus Schwab heel handig gebruik maakt om zich groter op te blazen, zijn macht. Dat heb ik ook het gevoel, want hij is er zo ontzettend trots op. Het idee dat hij alle touwtjes in handen heeft achter en dat is ook weer niet zo, denk ik. Geloof ik ook niet. Maar het is wat Yoshi net zei, dus daar zat ik ook wel over te denken van, hey, dit is wel toevallig dat nou al die moslim-extremisten, die gingen allemaal naar ISIS toe, of naar het kalifaat toe, en die werden daar eigenlijk allemaal afgeslacht. En nu krijg je dat alle nazi's, die in het Azov-bataljon, die gaan tegen alle Tsjetsjenen vechten. Dus al die Tsjetsjenen, daar moet Poetin vanaf. Al die nazi's, daar wil Zelensky waarschijnlijk vanaf. Ja, en Merkel en Rutte. En die zeggen allemaal van, gaan jullie maar lekker naar de Oekraïne om te vechten, jongens. Ja, dat is ook heel verdacht inderdaad. Dat opeens iedereen mag daar gaan vechten die daar zin heeft. Ja. En dan heb je een of andere Nederlander uit Spakenburg. Die gaat daar naartoe om te vechten.
En daar is er een hulpverlener en die praat dan met hem en die zegt van nou, je moet je niet doen, want je wordt er zo afgeknald en loesje figuren en dan gaat hij maar weer terug. Dus waarschijnlijk is het de echte nazi's die mogen allemaal door. En die mogen allemaal lekker gaan vechten. En als er dan een gastje uit Spakenburg komt, die weten ze dan terug te manoeuvreren. Zeg maar. Ja, maar ik ben het dus met Peter eens. Kijk, die Swaap, die doet zijn grote voor. Want dat is gewoon volstrekt logisch. Want denk nou even na. Stel, jij hebt echte controle over bijna iedereen in Canada in het parlement. Nou, dan hou jij dus je bek. Want je wil dat niemand dat weet. Want anders verlies je die power. Hè? Want dan is het, ja. wat, dan zijn het allemaal puppets van het WRF. Het is dus een democratie, verdorie. Ja, verdorie, dan is iedereen boos. Wij hebben de macht, dus, het volk dus heeft als het echt zo is, dan hou jij je bek. Hè? Dan heb jij al die puppets, maar niemand moet eigenlijk weten dat het allemaal puppets zijn. Maar hij gaat echt vol trots en ja, we hebben ze allemaal onder de controle en ze komen allemaal uit ons klasje. Nou, dan weet je gewoon 100% zeker dat hij de boel aan zichzelf aan belangrijker aan het maken is dan dat het zo is. Van, waarschijnlijk zijn alle mannetjes die we te zien krijgen, zijn allemaal puppets. De echte figuren die er aan de touwtjes trekken, die blijven inderdaad altijd precies. Onzichtbaar. En zo'n ja, Klaus Schwab. En die willen dat ook zo. Ja, maar het zijn niet allemaal puppets van die Swaap. Het is alleen het resultaat van een Europese macht. En de Nederlandse koningshuizen gaan al. Ja, of sorry, de Europese koningshuizen gaan er al jaren op bezoek. En daarom heeft die man in Europa. En dus in de NAVO, want die horen er ook bij. Noord-Amerika, zeg maar. Heeft hij een andere positie dan dat hij in China heeft of whatever. Maar in Europa heeft hij wel degelijk een heleboel. Of in NAVO-gebied, laten we het zo zeggen, heeft hij wel contact met al die mensen. Dus. Ja, maar contact schrijft hebben met al die mensen schrijft nog wat anders dan chat. Dat ze je allemaal blind je orders opvolgen. Maar ik heb het idee dat zijn agenda is een beetje om een soort corporatocracy te maken. Dus dat alle de bedrijven eigenlijk, een paar grote corporaties, de agenda stellen. En dat de politiek dat allemaal maar implementeert. Hè. Ja. JF die schrijft in de chat van, ik heb ook wel eens in het Bilderberg Hotel slapen. Ben ik nou ook lid van de groep? Ja, dat ligt eraan. Nee, heb jij een... Sorry, met wie heb je kaart? Geslapen? Met een minderjarig Epstein hoertje? Dan ben je JF, lid van de groep. Even. Ja, ik wil nog even een vergelijking maken hier, even voor de gein. Ja, mensen zien het op tv. Dan zit je er extra tussen van, what the fuck doe ik hier? Nou, Bob Dylan tijdens We Are The World. Nee, maar goed. Ja. Nee, wat ik nog even wilde zeggen, er schijnt ergens nog zo'n uitgetikt verslag te zijn van telefoongesprekken van de... In dit geval was het Bill Clinton, toen hij een van zijn laatste dagen in het Witte Huis. En dat ging om een aanbeveling van een toen nog onbekende Vladimir Poetin. En er zat Yeltsin, die zei van, die gast die je me hebt aangeraden, die wordt binnenkort, krijgt die en die functie. En dat was dus Poetin. Die zou dan volgens mij president worden van de federatie, geloof ik. Ja, maar daarvan vraag je ook af, is dat ook een manier, want die Clintons die spelen dat Klaus Schwab spel ook, van wij zitten overal achter, maar die vinden volgens mij ook helemaal geen probleem dat er zo'n Clinton kill list rondgaat en allemaal geruchten. Want dat geeft ook het idee van, oh shit, die lui hebben alle touwtjes in handen en die zijn super machtig en die moet je echt niet tegenin gaan, want dan ga je dood. Dus ik denk dat allemaal, dat die misschien zelf wel zo'n e-mailtje in de wereld helpen, dat iedereen zegt, zie je wel, die Clintons zitten overal achter en dat vergroot hun macht weer. Zij zien dat niet als negatief. Ja, dit waren gewoon, in Nederland hebben we WOP-verzoeken, daar heb je ook zoiets van, iets een soort equivalent. En dit waren dan gewoon de alle uitgetikte telefoontjes van de wereldleiders. En die worden eens in de zoveel tijd, wordt dat allemaal geopenbaard op, ik geloof gewoon op whitehouse.gov of zo. Kun je het allemaal teruglezen. Zou kunnen dat het echt is. Ja, die kun je ook nog terugvinden. Dus iemand, volgens mij was het ook Jimmy Dore, die jij ook noemde, Jan-Marc. Die had dat een keertje getoond in een van zijn shows. Maar er wordt heel veel getikt in de chat, jongens. We hebben daar veel te weinig aandacht aan besteed. Dat zijn ook mijn reacties erop. Oh, jij met kuiltje.
Kuiltje schrijft hier nog, volgens mij spel van de Titans, dus alle regeringen samen en willen het te doen klappen. We zijn nou wel echt een samensweringsshow, hè? King Hongspiracy is het, hè? Ja. Zie, nou, ik had hier nog even een berichtje van de World Economic Forum. De wereld die wordt overspoeld met een vervuiling van informatie in 2022. Ja. Ik denk, ja, we gaan het bericht niet lezen. Dat is natuurlijk allemaal bullshit natuurlijk. Ja, het is hun definitie, hè. Het is allemaal een definitiespelletje. Ja, wij zijn bezig de wereld te vervuilen met informatie, jongens. Of met desinformatie. We lezen allemaal krantenberichtjes voor, zoals de metro. Volgende. Maak je zin maar even af. Het liefste zien zij inderdaad alleen metroberichtjes. Ja, hier ook. De fabel. Allemaal in de krant van Fabelkerstland. Ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat bij Oekraïne, bij die revolutie, werd natuurlijk wel, of de coup, werd natuurlijk wel duidelijk dat de Amerikanen het gewoon helemaal in elkaar zetten. Met Victoria Nuland, fuck the EU, en die Amerikaanse ambassadeur van Klitsch houden we er buiten en Jats gaat erin en fuck the EU. Dat was, het gebeurt wel dat het gewoon zo van buitenaf in elkaar gezet wordt. Maar ik zou me ook een beetje verbazen als inderdaad Poetin zo gelanceerd is. Mm-hmm. Maar de KGB was op zichzelf ook al een op zichzelf staande machtige organisatie, weet je wel. Als je daar net als Bush, zeg maar, en die kwam uit de CIA of FBI of zo. CIA. En maar als je al daar in de top zit, nou dan heb je dan een swaap nodig, weet je. Denk ik niet, maar goed. Ja, maar, het is wel opvallend hoe echt wereldwijd iedereen achter die Sustainable Global Development shit aanloopt. Dat is wel... Ja, maar in Rusland dacht ik niet zo dan. Ja, nou, maar dan moet je nog even dat berichtje aanklikken wat ik gedeeld heb. Want het is dus gewoon één op één hetzelfde. Die zijn de grootste vrienden. Ja, dat is wel raar. Dat heb ik ook gehoord. Bij Corbett geloof ik. Ja, exact dezelfde tekst. Zowel in Canada als in Rusland. En binnenkort komt die ook gewoon in... Wat ik ook vreemd blijf is dat ze mekaars nog steeds informatie uitwisselen. Ik weet niet of dat nou nog steeds is, maar dat Rusland zegt, als een Amerikaan is die hier assets heeft, dan geven wij dat aan de IRS door. Dat zou ik gelijk al, als ik nou Rusland was en het verhaal zou allemaal kloppen zoals je gepresenteerd was, of als ik Rusland, als ik Poetin was, dan zou ik zeggen van, oké, doe een paar dingen. Je kan van nu of ons olie kopen in roebels, goud en bitcoin. Het volgende is, als Amerikanen hun geld op onze rekening neerzetten, dan zullen wij het niet doorgeven aan de IRS. Nou, dan leg je pas een bom onder het systeem daar. Want dan krijg je een dollarvlucht van je welste. Want dan gaat iedereen zijn geld, dan wordt het nieuwe Zwitserland, wordt het dan Rusland. Dat doet hij niet. En hij kan er waarschijnlijk, hij heeft ook wel adviseurs die dat zeggen van, nou, als je het echt wil opblazen, dan moet je dat zeggen. Maar loopt Rusland dan ook zo achteraan, dan, want als we het dan allemaal Sustainable Development Goals hebben en die agenda 2030. Lopen zij er dan zo achteraan aan windmolens en biomassa-stralen en ook aan die gendergelijkheid? En de homo's en dat kinderen maar gewoon zelf moeten weten of ze een piemel door een roestig broodmes eraf laten zagen omdat ze zich een meisje voelen. Allemaal dat soort dingen. Loopt Rusland daar ook op dezelfde manier achteraan? Hij moet Emmanuel Goldstein spelen. Ze hebben een document geüpload waarin zij streven naar meer gelijkheid. En ja, het is terug te vinden in diezelfde link. Ah, oké, maar als er dan een gay parade is in Moskou, nou dan... Ik zeg ook al, dat vinden ze nog steeds een beetje moeilijk. Maar ze schrijven en er wel hoeveel windmolens zijn er in Rusland? Nou, maar dat is een hele rare, want die Chevron, Exxon en al die oliemaatschappijen, BP en zo, die CEO's, die zijn ook helemaal on board met carbon neutral shit. En dat is dat eigenlijk ook zo. Dus het is wel... Ja, maar als er geld te verdienen valt, als er geld gewoon... Stel, er is gewoon geld beschikbaar voor die... Laat ik het corruptie noemen, want zo zie ik het. Ja. En dan kan het toch best zijn dat landen gewoon een beetje het spelletje meespelen. Ze pakken gewoon de poen en dan... En dat is dan ook gewoon... Volgens mij had je in Oost-Europa had je dat ook wel een beetje. Je hebt op een gegeven moment geen Kiev in lockdown.
En op een gegeven moment ging Tsjechië weer in lockdown. Volgens mij gaat er gewoon een zak geld gaat er naartoe. En dan doen ze het wel eventjes. Weet je wel, snap je? Maar dan, of ze COVID dan... vond ik een hele goede case van hoe groot is dit netwerk, zeg maar. Want je ziet, bijna overal gebeurde het. Bijna overal gingen ze erin mee. Jongens, wel, maar ze pakken die zak met geld. Man. Hoe, jij hebt toch jongens. Ook wel eens verteld over Oekraïne. Dat ze gaan officieel in lockdown. Maar in praktijk gingen die restaurantjes gewoon door. Met de gordijntjes dicht. Maar dat is gewoon omdat het apparaat niet in staat is om het af te dwingen inderdaad. Jongens, jullie wil wat zeggen. Nee, ik heb even een link gedeeld. Rusland zich heeft gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals. Er staat... The Russian Federation is committed to receive the goals defined by the international community in the 2030 agenda. We have been making continued efforts to implement the Sustainable Development Goals, the SDGs, at a national level. Yeah. This work has been done as a direct continuation of the activities in the framework of the Millennium Development Goals Achievement. Maar goed, dit is precies wat ik zeg, want dan doe je er gewoon mee. Hè? Doe mee. En ze pakken dan misschien ook een beetje geld ervoor en zo, en ze doen lekker mee. Maar Het is nog het ene zeggen en het andere doen. Dat is nog verschillend. En ik heb het idee dat het in Rusland dat het anders is dan in Nederland. Dat is wel zo, ja. Ik denk dat aan de ene kant moeten ze daarin meedoen. Of ze hebben het gevoel dat ze mee moeten doen. Waarschijnlijk zit er wel een stok achter de deur van... anders ga je Swift uit of dat soort Ze kunnen dan ook zeggen, Rusland doet ook mee. Rusland doet ook mee. Het is gewoon, nee, dat kunnen ze ook zeggen. Ik weet wel dat er met het klimaatakkoord... De mensen luisteren. Niet zo naar de overheid in Rusland. En dat is het verschil. Nee, maar die andere partijen die kunnen zeggen van nou doe maar mee en we geven je wat geld. En dan kunnen wij ook zeggen de hele wereld doet mee. Zelfs Rusland doet mee. En dan doet Rusland niet echt mee. Maar jawel, Rusland doet wel echt mee. Nee, ze doen niet echt mee. Jawel. De overheden die gaan dingen schrijven en die zeggen tegen de bedrijven, wij willen graag dat het zo is. Alleen in Nederland zeggen die bedrijven, oh ja natuurlijk overheid, alsjeblieft, dankjewel. En in Rusland zeggen ze dikke vinger, ik doe er niet aan mee. Nee, maar ook die overheid zelf die doet het. En Duitsland staat, als je door Duitsland heen rijdt, ik ben de laatste keer helemaal doorheen gereden, dan zie je een miljard windmolens. Je wordt helemaal fucking gestoord. Elke heuvel staat helemaal vol met windmolens. Nou, dan ga je in Rusland niet meemaken. In Rusland is ook op overheidsniveau, denken ze, nou, weet je wat, ja, we committeren ons aan... En ondertussen, weet je al, snap je? Dus ook op overheidsniveau hebben ze zoiets van, ja, en ondertussen, nee. Dus het is niet alleen op het laagste niveau van dat ze het niet kunnen controleren omdat ze eenvoudig weg te weinig ambtenaren en te weinig geld hebben om door de strot te douwen. Ik geloof er ook niks van dat heel Rusland vol wordt gedouwd met windmolens. En, Het is ook zo dat bijvoorbeeld Pakistan bij dat klimaatcongres had Pakistanse delegatie gezegd. We will reduce the carbon emissions after they peaked. En dan zijn ze ook aan boord. Ja, die hebben ook een verklaring ondertekend. Maar reduce after they peaked, dat is natuurlijk gewoon per definitie het geval. Dan zeg je eigenlijk niks over tegen die tijd gaan we zoveel minder uitstoten of zo. Dan zeg je eigenlijk gewoon van ja, het gaat omlaag als het omlaag gaat. Dat is eigenlijk wat je zegt. En ik heb het idee dat die veel van dat soort landen dit soort commitments hebben gemaakt. Die nergens op slaan eigenlijk. Daarnaast, Rusland kan rustig 10 keer zoveel windmolens als in Duitsland plaatsen en niemand ziet ze. Ja, maar het is ook niet het geval. Ze staan er gewoon niet. Nee, precies. Ja, misschien zijn ze op een andere manier de duurzaamheidsagenda in gaan vullen. Dat ze het op een andere manier. Dat ze een meer effectieve gasbuis aanleggen, waardoor dat er minder vervuiling optreedt. Ja, maar dat ga je sowieso al doen om efficiënter dingen te doen. Maar ik weet wel dat in Oekraïne, hoorde ik ook van een of andere gast... Ik geloof dat het een Nederlander was en die wilde daar ook een windpark aan gaan leggen. En daar kreeg hij dan weer EU-subsidie voor en zo. Of daar zou dan een potje voor zijn. Dus dat soort dingen proberen ze wel. Het draait helemaal op subsidie, maar ja, bij ons draait het ook helemaal op subsidie, dat soort dingen. Dus. Ik heb eens een keer een heel mooi boek gelezen over Johan van Oldenbarneveld. De man in zijn staat of zo.
kan ik iedereen aanraden. Maar in die tijd had de Staten-Generaal had niet echt macht, alleen maar invloed. En wat er moest gebeuren was van, je moest eigenlijk mensen overtuigen. En dan, dan was er toch nog wel wat geld nodig voor de vijand buiten de deur te houden. En dan was het ook echt zo'n spelletje van, maar Utrecht heeft ook zoveel gedaan, weet je wel. Dan werd er een beetje over gelogen, weet je wel. En dan van maar om maar te zeggen, zij hebben hun part al gedaan en dan moeten jullie ook... Jullie moeten ook mee. Ja, precies. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Zo. Jullie hebben nog even een link gedeeld. Moet je maar even uitleggen wat het is. Ik zie iets in regenboogkleuren. Transgenders in Rusland staat eronder. Oké. Ik zie overigens een Jurgen weet zo komen. Rotterdamse kolencentrale wil niet sluiten. Tegenvaller voor klimaatdoelen. Alsof die kolencentrale nu opeens besluit dat hij niet wil sluiten. Wat zegt die Jurgen? Ik werd er even uitgegooid door mijn mobiel. Maar dat is een Russisch transgender forum. Het bestaat dus wel hoor. Zijn ze ook mee bezig daar. We hadden trouwens nog een hele hoop berichten. We moeten wel vaart in de show doen. Ja, ik rem het af, hè. Ik ben weer terug. En het is weer één grote teringszooi gewoon. We zijn ongereguleerd. Joh, dus, anarchistische chaos. Ja. Maxima en Kaag. Oh ja, dit was dat triggerbericht, Yoshi. Oh. Maxima had de Bitcoin ontraden. Ja, zoiets, ja. Maxima en Kaag, die gaan ons allemaal redden, hoor, in de week van het geld. Sparen blijft het veiligst. Ja, dan moet ik echt denken aan dat filmpje van South Park. And it's gone. Je kunt ook Bitcoin sparen. Kun je ook sparen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Hoddelen. Ja, ik denk dat de poster hiervan bedoelde van hahaha, de overheid die kan niet eens eigen financiën op orde krijgen. En er zitten tot over hun oren de schulden. Die gaan dan de burger aanbevelen om, je gaat lekker veilig sparen. Eigenlijk is het gewoon van, stop je geld maar in je matras in euro's. En dan kunnen wij het mooi stelen door inflatie. Dat idee krijgen we. Ja, precies, ja. Ja, in dezelfde krant staat dan ook 7,5% inflatie? Of was dat weer een andere krant? Ja, 7,5% inflatie is tot daaraan toe, maar het is ook 0% rente. Dat is het. Netto. Het is gewoon netto negatief rendement. Elk jaar verlies je sowieso 7,5%. Als niet meer. Zeggen, ze ziet er wel heel vrolijk uit. Volgens mij zijn het allemaal vrouwen op het podium. Ja, en dit lekker, wordt ook nog wel heel goed, ja. Lekker divers. Dit wordt ook alleen nog maar erger, natuurlijk. Want nou hoor je al van die berichten van, de inflatie is zo hoog. Elke familie in Amerika moet $5,000 in een jaar meer uitgeven aan wat ze willen kopen. En dan komt er gelijk achteraan, dus geven ze een stimulus check van $5,000. En dan is het opgelost. Zeg maar. Wat natuurlijk gebeurt, het hele idee van prijsstijging is dat mensen hun consumptie verminderen. En dat de productie omhoog gaat. Maar als je dat gaat compenseren met extra geld. Nou ja, dan gaat het natuurlijk de volgende keer, dan moet de prijs nogal 10% omhoog of 15% omhoog. Want anders dan neemt de consumptie niet af. Als je dat ook weer gaat compenseren, gaat het nog verder omhoog. Dus ze moeten een keer ophouden met dat compenseren, zodat mensen de pijn voelen natuurlijk. Kees de Kort zegt het al een jaar of 10, denk ik. Het enige wat we aan het doen zijn, is de pijn uitstellen en daardoor wordt de pijn alleen maar groter. Het is gewoon heroïne geven aan iemand met een rottende tand. En dan doet geen pijn meer. Maar het probleem is echt groter aan het eind. Ik heb van de week nog iemand proberen uit te leggen wat Bitcoin was en zo. En toen had ik het over centrale banken die dan inderdaad bijprinten. En die zei gewoon, het was gewoon een vrouw van inmiddels 50 al. En dat is gewoon een hoogopgeleid iemand. Die zei, centrale banken die doen dat toch eigenlijk nooit? Dus ligt toch goud in een kluis, zeggen ze dan. Dus ja. Dat hoor je volgens mij niet meer, hoor. 10 jaar geleden, nog steeds hoor je dat, echt wel. 10 jaar geleden waren ze ongeveer de helft van de mensen die dat dacht. Ik heb zo op straat gestaan en het aan de mensen gevraagd. Dat kunnen, ja. Hier staat nog het zinnetje in dit artikel. De spaarzin is dus nog zeker aanwezig onder scholieren. Kaag zegt daarover, ik ben blij om dat te horen.
dat studenten sparen toch het veiligst vinden. Kaag zegt dat de risico's van crypto weinig belicht worden. Het is een grote zorg. De vrijheid die cryptovaluta heeft gekregen. Dus ja, het is, de vrijheid van cryptovaluta is een grote zorg. En Kaag die zegt, nou, is blij te horen dat die kinderen eurotje op eurotje stapelen. Ja. En Yoshi kan het daar natuurlijk volledig mee eens zijn. Dat zie je gewoon van zijn gezicht afstralen. Daar zit er ook te krabben van mensen, die, mensen die naar Kaag willen luisteren, moeten dat gewoon doen. Ja. En daar de consequenties ik heb, van dragen. Ik heb voor het eerst, want jullie horen mij heel vaak over het onderwijs. Maar mijn kinderen zitten erop. En leraren, die noem ik vaak in deze uitzending linksextremistische nazi's en zo. Maar ik heb nou toch een positief bericht. Er was een leraar die had gezegd van... Ja, weet je, we hebben een schoolboek en er staan dingen in. Maar je hebt ook de wereld zoals die echt is. En als jullie een goed cijfer willen halen, dan moeten jullie... zeg maar dit leren, dan moet ik jou een cijfer geven, dus dan moet je maar leren wat er in het boek staat en dan geef ik jou een cijfer voor. Maar het klopt niet echt met wat het is. Wow. Nou, dat vond ik al een positief punt. Dat was er sowieso een leraar met een geweten. Ja. ik vond het echt, ik werd er gewoon blij van. Ja, er is nog hoop. Je gaat hem een kerstpakket brengen. Ja. Maar zo erg is het onderwijs tegenwoordig dus. Ja. Een leraar die kan nadenken, hoe is die verzeild geraakt in het systeem? Ja. Misschien heb je er ook bij gezegd, niet verder vertellen, maar... Ja. Nou, zo ken ik ooit een libertariër en die gaf economieles op een middelbare school. Ja, misschien had ik die. Had ik die? Ja, ik had zo'n economieleraar, dat was waarschijnlijk een libertariër, maar die ging dan de hele tijd hebben over belastingontwijking. Ik vroeg aan deze... En dat hele goede wiet. Hoeveel vrijheid heb je nou om echt iets te vertellen? Hij zegt, ja, het zit helemaal dichtgetimmerd, dat programma. En later hoorde ik ook dat hij overspannen was geworden. Dus dat was... Dus kennelijk is het ondoen, want je staat de hele tijd leugens te vertellen en je hebt eigenlijk geen seconde om de waarheid er tussendoor te glippen, omdat het programma helemaal dichtgetimmerd zit. Ja. Er wordt trouwens heel veel getypt in de chat. Ik weet niet of iemand nog kan bijhouden of er iets... Ja, dat komt omdat ik aan het typen ben. Of iemand, is er nog iets... Ja, als er iets noemenswaardig is, dan gooi het in de dingen. Voor de mensen die er net bijgekomen zijn, ik geef nog steeds e-guldens weg. Een beetje uitroepteken rond Paul, zonder spatie ertussen. In de chat typen en dan wel de Twitch chat en dan maak je kans. Ja. Gaan we even naar het volgende berichtje toe. Even kijken hoor. Stadsbestuur Rotterdam wil verbod op eentjes voeren, ja. Ja, ik heb nou drie Oekraïense vluchtelingen naar huis en die vroegen mij of er nog, zijn er nog rare regels waar we vanaf moeten weten. Dus ik zeg, hold my beer, dat kan wel 3 dagen duren dit. Maar een van de dingen die ik noemde... En ze zijn inmiddels weer teruggevlucht, dan maar Poetin, dan maar weg. Die Poetin is zo slecht nog niet. Je mag in Nederland niet eens de eentjes voeren. Ja, maar er worden eentjes decadent van. Hè? Maar zelfs dan met uitkeringen. Als je iemand een uitkering geeft, dan wordt hij uiteindelijk ook decadent. En dan gaat hij alleen maar vrouwen lastigvallen en de dag bier drinken. En eentjes hetzelfde. Die gaan dan... mannetjes 1, die moeten normaal hebben ze een hele dag nodig om voedsel voor de kindjes bij elkaar te sprokkelen. En nu komt er een oud vrouwtje voorbij met een hele zak brood. En dan hoeft hij eigenlijk de hele dag niks meer te doen. En dan gaat die vrouwtjes 1 lastigvallen. En dan krijg je dus letterlijk dat de vrouwtjes 1 dood verkracht worden. Hè? En dan sterft de populatie uit. Ja. Hey, het is trouwens wel zo dat een vriend van die wilde ooit een eentjesvoer simulator doen. Dus dan kon je in virtual reality kon je de eentjes voeren. Dan is dat is een alternatief voor dit probleem. De eendesresten die rondzwerven. Ik weet niet of je daar miljonair van geworden is. Maar eendesresten die rondzwerven trekken daarnaast ook ratten, muizen, ganzen en meeuwen aan. Ook. Dit zorgt voor bepaalde plekken voor overlast van uitwerpselen, lawaai of agressief gedrag tussen dieren.
En nou, het moet nog goedgekeurd worden. Wie de dieren wel voert, riskeert een boete. Het verbod geldt niet in particuliere tuinen en voor boswachters die in strenge winters de vogels bijvoeren met speciaal daarvoor bestemd voedsel. En dat speciaal daarvoor bestemd voedsel, dat is waarschijnlijk afkomstig van de zwager van de wethouder. En het is onwaarschijnlijk duur. Ja, ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment de overheid gaat besluiten om massaal eenden af te schieten in het park om te voorkomen dat ze gevoerd kunnen worden. Ja, ja, ja. Ja, jongens. Ja, maar ja, we gaan even verder. Even kijken. Ik zat ondertussen mezelf te voeren. Groningen legt douche aan banden, ook weer een paar. Ja, 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 ook zoiets. Ja. Ja. En dan de ja, druk wordt automatisch verminderd. Ja, ja. Je staat te douchen en op een gegeven moment heb je een pisstraaltje. Ja. En dan heb je al die shampoo nog in je haar, weet je wel. Ben je nog bezig met de conditioner? Maar douchen eigenlijk een hele relaxte gebeurtenis. Het is nu enorm stressvol. Ja, 10 minuten, dan gaat de druk omlaag. Een gemiddeld Nederlands huishouden jaagt zo'n 1500 kubieke meter gas per jaar erdoorheen, blijkt uit de data van energievergelijking.nl. 75% wordt opgestookt voor de verwarming van woning en 20% gaat naar douchen. Okay. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Hè? En je moet dan ook nog, want er was een wethouder van een aantal jaar geleden, die zei je moest plassen onder het douchen. Hmm. Dat kon best gecombineerd Klopt. Worden. Dus dan, GroenLinks'er was dat. Ja. Ja, dus dan heb je 10 minuten, moet je plassen en shampoo je haar en douchen en anders gaat de waterdruk afnemen. Dat iedereen van die andere krijg je vanuit de gemeente subsidie voor moet een. Moet dit ook nog even aan de vluchtelingen uitleggen, dit systeem. Krijg je gesubsidieerde doucheputjes dat je ook kan poepen in de douche. Ja, je moet wel binnen de 10 minuten wel die kopkaars verwijderd hebben, want dan sta je daar gewoon inderdaad met zo'n klein straaltje, helemaal een beetje wat weg te. Het wordt ook koud en nee, godsamme. Maar gaan ze het in Groningen stad doen of in de hele provincie Groningen? In de stad Groningen zijn dik 136.000 huishoudens. Doe dat keer 60 kuub. En de besparing kan oplopen tot 8 miljoen kuub gas. Met de huidige gasprijs van 2,70 scheelt dat alleen in de stad al 22 miljoen euro aan gas. Of omdat Poetin wil dat Russische gas in roebels wordt afgeruild, zo'n 2 miljard roebel. Dat is serieus. Ja, maar als je nou een gezin hebt van 4, hè? Ik weet hoe zo'n ochtend begint. Ik weet hoe zo'n ochtend begint. Iedereen moet douchen, iedereen zegt, nou nee, laat mij eerst, want ik moet naar school. Nou, dan degene die nu eerst gaat, die heeft 10 minuten gedoucht. En de rest, die, ga maar stinken in die klas. Zegt, je moet je laten besnijden, want dan heb je geen kopkaas. Nou, oké. Okay. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Als je gewoon 4 man achter elkaar hebt die douchen, dan... maar ik vind het ook lullig, want alle gas komt er uit Groningen. Weet je wel, die huizen die staan op instorten door die fucking... Dus eerst hebben ze al dat het hele huis is half is ingestort, hè? Wat ze dan nog hebben is een functionerende douche in een krot. Die gas opbreekt, douche doet. Het enige wat leuk nog is in hun leven is dat ze godverdomme nog kunnen douchen. En dat kunnen ze ook niet, terwijl hun gas is en het hun huis is die ingestort is. Na 10 minuten stort een huis in. Weet je, het is, fucking film over maken. Oh, je bent lekker op de heel apart dat dit uit. Groningen zal niet genoeg gestraft zijn, weet je wel. Mensen staan allemaal met stempels in hun huis, weet je wel. Gewoon om het nog een beetje aan elkaar aan te houden. Nou. Het enige wat die Russen weten, of die Groningers te horen krijgen, is dat gas komt uit Rusland, van Poetin. Groningers en gas, waar heb je het over? Weet je wat ik zou doen als ik daar in Groningen zou zitten met mijn hele huis onder stempels en zo'n krot, weet je wel, en je mag nog maar 10 minuten douchen. Ik zou allemaal Oekraïense vluchtelingen erover laten komen. Jongens, veel plezier en dan... Ja, misschien, ik denk dat het juist in Groningen goed te doen is, want dan zeggen ze, ja, hoor eens, 10 minuten douchen, want we moeten dat gas nu uit van Poetin halen. Geen één aardbeving. Ja, of aardbevingen, of 10 minuten douchen. Ik bedoel, kopkaas of aardbeving? Ja, wat wil je nou? Ondertussen wordt er letterlijk kopkaas hier in beeld gegooid. Maar de grondwet wordt dus ook nog gewijzigd, hè? Ja, zo, stiekem even tussendoor. Hartstikke idee, vloedpap. Oké. Nee.
Veel plezier ermee. Is er nog een rechter die zich bezighoudt met de grondwet? Dat heb ik twee jaar niet meer gemerkt. Nee, wat die zeggen, die is democratisch tot stand gekomen. Maar hoor ik dat nu goed? Hoor ik dat nu echt goed? Komt de tijd die je mag douchen in de grondwet te staan? Ja, waarschijnlijk. Ik zal me niet verbazen. Het was er meteen al dit van. Ja, er wordt een artikel aan toegevoegd. Ja, kan je zeggen, het maakt allemaal geen zak uit. Want die hele grondwet die wordt toch niet gehandhaafd in Nederland. En waar Gideon van Meijeren, die had weer een speech over gegeven over de aanpassing van de grondwet. Dat hij zei van, in Noord-Korea hebben ze ook een grondwet. En er staan ook allemaal mooie dingen in. En in China hebben ze een grondwet, er staan ook allemaal mooie dingen. Dus op zich, het hebben van een grondwet, dat maakt allemaal niks uit. Je hebt een parlement nodig en een rechter, onafhankelijke rechter, die niet uit dat klikje komt, die dat handhaven, anders heb je niks aan. En daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Komt natuurlijk gelijk zo'n miep naar voren, die zegt van, begrijp ik nou goed dat u onze regering met die van Noord-Korea vergelijkt? Laat het duidelijk zijn dat hij hier afstand van neemt. En die tactiek doen ze altijd. En net zoals als Forum voor Democratie zegt van, hey, dit lijkt wel heel erg op de jaren 30. Oh, je vergelijkt dat met de Holocaust. Ik neem hier de sterkste afstand van. En het rare is natuurlijk dat als Gideon van Meijeren moet wachten tot het Noord-Korea is. Nu is het Noord-Korea. Nu mag je er wat van zeggen. Nu mag je de vergelijking maken. Oh ja, wacht. Nu mag je niks meer zeggen, want het is Noord-Korea. Dus ja, per definitie moet je het wel doen voordat het Noord-Korea is. Anders dan mag je het überhaupt niet doen. Dus dat is zo'n kritiek van, nee, je moet het uitstellen tot het een totale dictatuur is zonder enige vrijheid van meningsuiting. En dan mag je die vergelijking maken, maar wel binnenshuis. Mannen, er zit al verschrikkelijke wijze daar niet. Ik ga een tekstje schrijven voor morgen, begint mijn nieuwe stream. Ja. Dus er moet nog een hele uitleg over gegeven worden. Ja. En daar ga ik aan beginnen. Veel succes. Fijn Leuk dat je er was. Ja, bedankt. Maar wat je hebt is gewoon van ik kan er niet naar kijken, maar ik zag het ook een keer en werd hij weer onderbroken, want er zit ook zo'n voorzitster en die vindt ook alles maar dat ging toen over het Oekraïne referendum waarvan wij met 2/3 meerderheid zeiden van wij willen eigenlijk Oekraïne helemaal niet bij de EU. En nou had hij van der Leyen gezegd, nou wel, en dit en dat. En hij zag daar wel iets in van, nou, dat is ook een onderwerp wat bij dit onderwerp hoort, van die oorlog daar. En hoe wij daarin staan. Maar daar mocht hij niet over praten. Maar het opvallende is dan wat er tegenwoordig allemaal naar die interruptiemicrofoon land. Het zijn allemaal van die vrouwen en ze zijn allemaal half aan het huilen en ze vinden het allemaal zo. Ze vinden het allemaal zo vreselijk en kwetsend en oneerlijk en we voelen ons echt zo. Maar het is allemaal. Je mag dat niet zeggen. Ze gaan nooit ergens op in. Nee. Maar het is allemaal. Maar ik vind het heel erg dat je dat zegt, Gideon. Ik vind het echt heel erg. Weet je wel, dat is. En ik neem hier afstand. Ja. Je hebt inderdaad geen enkel argument. Het zijn alleen maar van, je moet binnen de lijntjes schilderen die door Rutte gesteld zijn. Binnen die lijntjes mag je schilderen. Je schildert buiten de lijntjes en ik neem daar enorm afstand van. Ja, het is, zo werkt het inderdaad. Maar misschien doen ze het wel met opzet, die vrouwen. Weet je wel, ik heb het ook een keer met die, hoe heet die, complotdenker. Ja, doen ze ook met opzet. Ja, jij denkt het ook, heb je laatst gezien wat er gebeurt? Heb je die paar in Amerika gezien? Daar zijn echt van die liberals, bleeding heart liberals, die komen gewoon jankend staan die voor de interruptiemicrofoon te vertellen dat, en ik denk zelf dat het trollen zijn hoor, dat Republikeinen zijn of zo, Trump aanhangers die een liberal spelen. Maar die beginnen dan echt helemaal te janken over MAGA hats en een beetje zoals Jussie Smollett, dat ze tot ten diepste gekwetst zijn en over die hele transgender spullen ook allemaal. Dat doen ze niet acteren, die doen dat gewoon, zo zijn ze. Ja, maar ik heb het niet, maar het gaat allemaal viral, hè. Als het viral gaat, dan moet je wel afvragen van, een jankende volwassen man, misschien zijn ze inderdaad helemaal het weg kwijt.
Maar het werkt niet voor hun, want alle Trump supporters die deden helemaal de shit eruit en die lachen zich helemaal een bult. Waardoor ik altijd het idee kreeg van ah, dat ging iets te gemakkelijk. Misschien dat wel een friendly fire was, zeg maar. Ik zal je een keertje meenemen naar een kraakpand. Dan moet je eens kijken wat daar allemaal rondloopt. Dat zijn toch allemaal keiharde mannen? Nee, daar zitten echt rare snoesaren bij, hoor. Ja. Maar wat ik wilde weten, wat is nou de exacte verandering in de grondwet? Ja, er komt een artikel voor alle andere artikelen. En, okay. En daar komt dan in te staan dat je bijvoorbeeld dat je recht hebt op een... dat kan ik nou net niet meer lezen, maar je hebt recht op een eerlijk proces. Dat vond ik wel apart. Dus dat betekent dus dat hiervoor had je nog geen recht op een eerlijk proces. Maar nu komt er in de grondwet een artikel vooraf staan dat je recht hebt op een eerlijk proces. En dat de grondwet zo ontzettend belangrijk is. Maar er komt nog steeds geen... Artikel 20 zegt nog steeds dat een rechter mag een wet niet toetsen aan de grondwet. Dus het is nog steeds een papieren tijger. Dus of er een artikel voor komt staan, dat maakt er niet veel uit. Maar ik heb altijd het idee dat als er puppeteerd wordt met van... Oh, wij vinden de grondwet zo belangrijk. Eigenlijk zeggen ze dan, de grondwet ging nu door het toilet heen. Dit was het moment. Ja. Het moment waarop wij zeggen hoe belangrijk die was. Dat is lip service. En dat is het moment dat hij dood is. Ja. Ja, iedereen die een oneerlijk proces heeft gehad tot nu toe. Ja. Dat is ook. Ja, hij stond niet in de grondwet nog. Kregen die weer geld terug? Nee, dat was toen nog niet. Nee, je moet niet verwachten dat er nou eerlijke processen gaan komen. Nee, het werkt zo. Het werkt zo. Okay, ze zeggen heel simpel. Je wordt bij voorbaat veroordeeld, hè, want dat is gewoon ons politieke oordeel. Maar het proces is wel ISO gecertificeerd. Ja, sowieso. Dat is wel eerlijk. Ja. ISO 9001 gecertificeerd veroordelingsproces. Dus je hangt erin, je zit vast voor, weet ik veel, opruiming of zo. En dan zit je vast. Maar ja, het proces was wel eerlijk gegaan. Overigens, er zijn 5 wijzigingen, dus ik weet niet wat die andere 4 zijn. Dan kan ik niet bijkomen, dan moet je betalen. En dat gaan we natuurlijk niet doen voor de AD. Ik wil even voor die wijziging, voor dit eerlijke proces wil ik wel zeggen, want wie bepaalt wat eerlijk is. We kunnen nog even een jingle, wij van WC Eend. We bepalen wat eerlijk is. Hartstikke idee, dan weet je dat ook weer. Ja. Nee, maar in Nederland hebben we natuurlijk geen constitutioneel hof, zoals in Spanje bijvoorbeeld. Nou, in Spanje hebben ze dus wel een constitutioneel hof, maar als je conform de constitutie uit de Unie van Spanje wil treden, zoals Catalonië, dan zeggen ze gewoon el fuck you, Pedro, weet je wel. Ja. Ja, eerlijk en politiek vind ik ook altijd heel eng, want vroeger had je van die slogans van SP, het moet eerlijker. En dat betekende altijd dat er meer bezet moest worden afgepakt. Ja, ja. Dus ja. Ja, eerlijk is een heel gevaarlijk woord. Dat is zo'n woord waarvan iedereen denkt van, oh ja, dat weet wat, of rechtvaardig. Dat is ook zo'n woord. Ja. Je kan erop tegen zijn, hè? Eerlijker, dat willen we allemaal. Dat betekent dat je niks meer hebt, dat alles afgepakt wordt. Dat is eerlijker. Dat moet eerlijker. Ja. Ondertussen, het gaat wild in het chat. Kan iemand toevallig even... Jij hebt gezegd, het proces is CO2 neutraal. En... Oké. Ja. Jij hebt gezegd ook, voor elke heks die we op de brandstapel gooien, planten we een boom. Nou, hier ben ik wel even benieuwd naar hoe ze dit nou voor elkaar gekregen hebben. Dat vind ik nou weer een goed nieuwsbericht eigenlijk, hè? Een vrouw bijt boa in de penis. En weigert los te laten. En hoe de fuck komt die penis in die boa? Ja, dan zou je zeggen, die boa heeft ook iets geks gedaan. Want, ja... Het was waarschijnlijk onderdeel van het onderhandelingsproces over de boete, denk ik. Ik bedoel, ja. Nou toch, ik bedoel, dat vind ik ook niet helemaal...
staat er nog een artikel hoe die penis in die mond komt. Ja, precies. Als die boa die penis bij mij in de bek duwt, dan is die boa ook gedeeltelijk schuldig, vind ik. Die gaat ook niet vrij uit, of wel dan? Jongens, wat zeggen jullie ervan? Ja. Ja. Ik denk dat ze bezig was met opruiming en dat die boa dat wou stoppen en daardoor die penis in haar bek stopte. Want dan stopt het tenminste, dat opruimen. Ik denk niet dat die boa ervoor de rest gaat ofzo. Dat is zo waarschijnlijk gewoon vrij uitgaan. Ja. Er werd hartelijk om gelachen en toen mocht de boa gaan. Ja, ik vind het wel leuk, dat was op een gegeven moment zo'n verhaal van die boa's die moesten een knuppel hebben. Weten jullie dat nog? En toen was er een prachtig compromis dat boa's zouden een kleinere krijgen. Nee, maar echt serieus, ik verzin het niet. Ik verzin het niet. En ik moest hier aan denken, ik weet niet waarom, maar... Een kleinere. Ja. Oh, jongens. Goed. Ja, ja, ik denk, ja, goed, dat is wel een grappig bericht. Oh ja, democratie in Almelo. Dat is erg. Ja. Leg jij dit even uit, jongen, want je hebt er... Nou, we hebben toen als iemand uit Almelo een uitzending gehad en die kennen deze gasten ook. En dat is de partij van Vrij Almelo. En die hadden sowieso een zetel door een hele bevlogen iemand. Die al jaren in de raad zit. En alle onrecht in Almelo. Er is erg veel onrecht ook van de overheid. Hè. Die hebben ook gewoon echt scheid aan de burger. Dat laat ze op allerlei manieren merken. Er is zelfs een docu over geweest. En in ieder geval, nou is een tweede bijgekomen, tweede raadslid. Maar die mag dus niet in de raad komen, want hij is ook nog als jurist actief bij een stichting die het onrecht bestrijdt daar in Almelo. En omdat hij bij die stichting zit, om die nevenfunctie heeft, dan wordt het allemaal heel religieus. Komt er allemaal heel religieus taalgebruik bij. Oh, het is nou achter een paywall. Maar ik heb het wel gelezen toen. Er was iets met een ritueel met geloofsbrieven. Dat wordt door iemand uit de raad geschreven. Dus die zeggen dan... het komt er eigenlijk op neer van... je procedeert eigenlijk tegen de gemeente Almelo... en daardoor mag jij dus nu niet in de raad komen. Daar komt het even in de kort op neer. En er is nog een vervolgartikel hierover... want het verhaal heeft natuurlijk nog een staartje... Zij heeft die nevenfunctie opgezegd, maar hij weet nou niet bij wie hij moet wezen om hier in beroep te gaan. En dat komt omdat de raad dan weer zegt van, wij hebben nooit met deze situatie te maken gehad, dus wij missen instructies. Dus we weten ook niet wie we aan moeten stellen, waar hij dan bij moet wezen. Weet je wel. Dus ja, het komt er eigenlijk op neer dat ze hem gewoon niet in de raad willen hebben. En dat ze daar een heel ritueel bedacht hebben om dat te doen. En dat gebeurt dan ook niet, want de reden dat hij niet in de raad mocht was vanwege de nevenfunctie, vonden ze. En opgezegd, nou zou hij dus in de raad mogen komen. Maar precies, want ze weten niet hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Want er staan geen instructies. Je moet gewoon de raad in, denk ik, of niet? Is er geen wetgeving? Ja, ze kunnen gewoon echt iemand zeggen van, nou ja, kom maar, gaan we nou maar naar Pietje toe. En dan kan je daar even bezwaar maken, weet je wel. En aangeven dat je nevenfunctie hebt opgezegd. Ja. Zo moeilijk is het niet, lijkt mij toch, hè? Maar ja, dan zijn het in één keer allemaal autisten, weet je wel. Ja, sorry, we misten duidelijke instructies. Ja. Het is al zeldzaam dat een libertariër überhaupt ergens terechtkomt. En dan... Ik weet niet of het libertariërs zijn hoor. Oh. Maar het is. In ieder geval, ze strijden wel tegen de overheid. Maar ja, het kunnen ook
socialisten zijn, die heb je ook natuurlijk. Of links-anarchisten of wat dan ook. Of gewoon mensen die helemaal niet weten dat ze libertariër zijn. Kan ja, ook, nee. Van, ja, goed. Die gewoon corruptie willen bestrijden. Ja, we zien onrecht en we zijn er gewoon tegen. Ja. Ik heb geen idee wat hun achtergrond is, maar ja. Het is wel grappig, ja. Ja. Misschien moeten we hem een keertje uitnodigen. Of hem, of deze, Marcel Middelkamp, of die andere. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, gewoon doen. Ja, 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 ja. Zo, hier heb je ze allebei. Ja. We zitten al bij 12. Ja, oh, dat schiet op. 11. Dus ja, laten we even, even kijken de volgende aanklikken dan. Hè. Dan gaan we even naar België toe. België heeft een prins. Dat kan van jou, Peter. Ja, moet voor de rechter komen wegens een verlopen APK. En ja, ik wilde het eigenlijk alleen maar even posten om te laten zien dat het Koningshuis gewoon helemaal impotent geworden is. Volgens mij hebben die lui niks meer te vertellen. Prins Willem-Alexander moet met zijn staart tussen zijn benen terugkeren van zijn vakantie, omdat hij COVID negeerde. Dit is iemand die zijn APK heeft verlopen. En dan wordt hij voor de rechter gesleept. Dat is, ja, volgens mij geeft het gewoon aan dat de overheid, eigenlijk is het Koningshuis, heeft macht overgegeven aan een democratisch gekozen overheid. En heeft in het begin nog ceremoniële dingen behouden, maar is volgens mij nu helemaal geneutraliseerd. Ja, het kan ook zo zijn van dat je dan laat zien aan het volk dat zij ook gewoon aan regeltjes moeten houden. Dus dat zij... Symboolpolitiek, ja. Kan ook zijn dat op een gegeven moment de monarch het zat is en die zegt van fuck de democratie. Ja. Of hij heeft iets veel ergers gedaan en dat ze zeggen van nou weet je wel, dat je een klein kind hebt geneukt. Vergeten we even. We gokken het, we gooien het op APK. Ja, alles kan hè. Ik weet het niet. Ja, maar je ziet dat bij een Nederlands Koningshuis toch ook moeten onderhandelen over de belasting die ze moeten betalen over de erfenis. En of ze dan mogen jagen in de domeinen of dat opengesteld moet worden voor het publiek. En ik heb het idee dat geeft gewoon een zwakte aan dat ze worden in de tang genomen en ze moeten een dealtje maken met, dat is het dealtje Plato Plomba. Nou, dat is trouwens wel grappig, want we hadden op een gegeven moment een avondklok en ik heb me daar even in verdiept. Maar volgens mij was het Lucas, die noemde het ook altijd de avondklok voor niet-hondenbezitters. Want als je een hond had, dan mocht je... Ja. Maar het was niet alleen de avondklok voor niet-hondenbezitters. Weet je wat je ook mocht doen? Als je mocht zwijnen schieten. Oké. Okay. Want ik denk dat er een belletje was geweest van Willem-Alexander. Van ja, wij schieten altijd, als het donker is, schieten wij wat zwijnen af. Want anders dan hebben we zoveel zwijnen in de tuin hier op het Lol. Of weet ik veel waar, ik weet niet waar ze wonen. Maar er was een regel. Dus ook als je zegt... Dus als ik een jachtgeweer had gehad. En ik ben meneer agent, ik zoek zwijnen. Hier in Leeuwarden. Dus ik mag buiten. Toevallig bent u er één. Ja. Ja. Wie weet. Ah, hij rijdt dus in een 10 jaar oude auto, deze meneer. Oh nee, 20 jaar oude auto. Hij rijdt in een 20 jaar oude auto, deze. Ja. Ja, van de APK verlopen is. Een Porsche 911 Carrera of een Rolls Royce Silver Ghost? Staat er nog bij? Of, Nee. Oké. Hij heeft geen advocaat in de armen genomen. Dit verhaal is zo simpel. Ik zie niet waarom ik vertegenwoordigd zou moeten worden, zegt hij. Ja, dat wordt afgestraft altijd, dit soort, soort opmerkingen. Maar opnieuw een grootschalige inval bij PostNL. Omdat de politie is op zoek naar zwartwerkers die zich verstoppen. Dan gaan we een stoppertje spelen met elkaar.
Ja, je stelt je echt zo voor dat er bij PolsNL iemand erin gaat. Oh shit, er komen er iedereen onder de tafels. En de agent, ik tel tot 10, wie die weg is gezien. Ja. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, het wordt in één keer stil. Ja, het zijn jouw telefoon weer, Jurien, denk ik. Volume voluit draaien. Maar ja, ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is dat in dit soort bedrijven, bedrijven boven een bepaalde grootte, daar gaan ze geen zwarte mensen aannemen. Dat, ik bedoel, wel zwarte mensen, die nemen ze wel aan, maar ik bedoel niet... ze nemen geen zwartwerkers aan, dat is gewoon ja, niet, of ze worden gewoon, er wordt gewoon gefraudeerd, dat kan ook natuurlijk, hè? Dat is niet te doen bijna als zo'n bedrijf. Dat kan je wel doen als je een lokale tomatenplukker bent of zo. Dan kan je de boek allemaal binnenhouden. Maar voor zo'n groot bedrijf heb je een echte accountant nodig. En dan kan je niet zeggen van, oh ja, we hebben al 300 man zwart werken. Kun je dat wegwerken of zo? PostNL is ook dat de bedrijven van heel veel postzaken in de sloot gevonden worden, weet je wel. Ja, dat geloof ik dan alweer, ja. Zoveel krijg je ook niet betaald volgens mij bij PostNL. Volgens mij hebben ze heel veel van die mensen die zijn een beetje werkzoekende, zeg maar. En nou ja, dan kunnen ze nog even bij PostNL werken. Nee, maar het is al in de horeca kunnen ze al helemaal niemand vinden, weet je wel. Dus wat denk je dan bij PostNL? Ja, die denken van, nou ja, dan gaan we het maar illegaal doen. Dan kunnen we hoger loon geven en dan hoeven we geen belasting te betalen, weet je wel. Snap je? Ja. Ja. Maar ze hadden dus een undercover operatie gedaan. In november waren er al invallen bij 3 Belgische depots van PostNL na een undercover operatie van de Belgische krant HLN en VTM Nieuws. De sociale inspectie, dat is de journalisten, zijn dat dan, die helpen je even. Ja, die helpen de politie. En dan zijn het nou zijn het in één keer wel onderzoeksjournalisten. Hè? Ja. Nee, maar dat is echt opvallend gewoon. En dat zijn dan ook gewoon, ja, ze worden gesubsidieerd, hè, dat soort media. Geld vanuit Brussel, hè, al die soort dingen. Maar goed, dan zie je dat ze gewoon, als het om COVID gaat of dat soort dingen, dan kunnen ze niks onderzoeken, dan weten ze niks. Geen enkele fraude, geen enkele corruptie, niks. Als het al ligt voor een neus op straat, dan zien ze het nog zogenaamd niet. Maar hier zijn ze heel actief. Bijna rechercheurs zijn het. Ja. Want we lopen geld mis, dat is altijd een idee ook, hè. We lopen geld mis. En we zijn dan de overheid die de media betaalt. Dus het klopt voor hem ook natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, klopt voor hem ook nog. Ja. Ja. Volgende, want ik ga er ja, mee ophouden. Kom op jongens. Okay. Volgende, ACM dwangsom voor Apple om regels rond dating apps bereikt. 50 miljoen. Ja, dat is zo. Dat is een of andere... de autoriteit, consument en markt. Dat is al zo'n 3-letter shit dingetje in Nederland. Die gaat gewoon Apple is voor 50 miljoen beboeten. Want ja, Apple heeft een hoop geld. Dus ja, die gaan we gewoon even boete opleggen voor 50 miljoen. Dus ja, ze zijn toch 1 biljoen waard. Dus kunnen ze best wel 50 miljoen aan ons geven. Want, en dat gaat om een of andere dating app waarbij ze niet alle betaalmethodes accepteren. Ofzo. En je moet... Je moet alternatieve betaalsystemen moeten ze volgens de ACM toelaten. En als je dat niet doet, nou, dan moet je bij 50 miljoen betalen. Dit is toch, daarvoor zeg ik ook altijd die grote bedrijven, zoals Apple, die denken in het begin van, oh, dat werkt heel handig, die overheid. Want wij betalen een beetje en krijgen we wetgeving die gunstig is voor ons. En aan het eind worden ze gewoon toch dubbel dwars genaaid. Volgende. Ja. Gaat hard zo. Mooi. Mooi zo. Oh jee, mail online. Biden will ask Congress for $32 billion to fund the police to combat surging crime in his $5.8 trillion 2023 budget, including a billionaire's tax and a raise from 21 to 28% in the corporate tax rate. Ja. Dit is ook weer zo. Die billionaire tax, die geldt al vanaf 100 miljoen. En dat is ook zoiets, als je natuurlijk hyperinflatie krijgt, dan is het voor iedereen. En er zit, wat er ook in zit, is een unrealized capital gains tax. Dus als jij,
wat Amerikaanse rijke mensen doen, dat is, ze hebben een asset die ze gewoon nooit verkopen. En als ze dan een Lamborghini willen kopen, dan lenen ze tegen die asset. En met dat geld kopen ze hun consumptiegoederen. Maar ze verkopen die asset nooit. Die asset stijgt dan in waarde. En dan kunnen ze weer meer lenen ertegen. En dan stijgt die in waarde. En omdat ze nooit verkopen, realiseren ze die winst nooit. Hoeven ze nooit belasting over te betalen. Nooit capital gains te betalen. Maar daar willen ze nou vanaf bij de Democraten. En die willen de winst belasten op ongerealiseerde capital gains. Dat is eigenlijk wat ze in Nederland ook doen. Dus dat ze gewoon zeggen van, nou ja, je hebt in een start-up geïnvesteerd en die is nu op papier 10 miljoen waard. Nou, dan moet jij ontzettend, heb jij daar een virtueel inkomen van, een fictief rendement van zoveel. En dat moet je gaan betalen. Ondanks dat je nog geen cent hebt gezien en die start-up waarschijnlijk failliet is aan het eind van de rit. Voordat jij hebt kunnen cashen. Maar dan moet je wel in de tussentijd al die belasting betaald hebben. En willen ze naar Amerika ook naartoe. En ja, wat ik ook opvallend vind is van dat ze, die democraten die zaten eerst allemaal op die Black Lives Matter tour. Mm-hmm. En ook Defund the Police. Maar ze zijn er volgens mij achter gekomen dat dat helemaal geen populair thema is bij alle Amerikanen. Of tenminste het grootste gedeelte, dus ook niet bij hun achterban. En nou zie je ze dus weer gewoon het omgekeerde doen van Defund the Police. Ja. En dat is ook zo, nu is in de rijke buurten in Los Angeles kwamen er ook al bendes binnenzetten om de rijke lui te besteden daar en te beroven. Ja. En ik denk dat er dan wel iets gaat van Steven Seagal, die gaat er dan eventjes zeggen, hey, daar zijn we mee bezig. Ja. Wanneer komen de volgende verkiezingen er weer aan? Heb je midterm times, hè? Die, november of zo. Oh. Ja, want meestal is het zo dat als degene die, de president die dan heel veel geld uitgeeft aan de politie, die wordt het dan. Mm. Dat is altijd. Zeker na een tijd van onrust, weet je wel. Toen je in de jaren 60 die heel veel rellen had in de zwarte buurten, toen won uiteindelijk Nixon. Want die was tough on crime en veel geld naar politie, weet je wel. Ik denk dat het ook moeilijker is te frauderen met die midterm terms. Omdat je namelijk, kijk, met de presidentsverkiezingen is het winner takes it all. Dus als jij gewoon zes staten hebt die gewoon, en daarvan bepaalde steden, Detroit of zo, waar je gigantisch kan frauderen, dat die staat dan naar de andere partij gaat. Dan kun je in een soort winner takes it all principe kun je dan zorgen dat jouw kandidaat dan wint, Biden in dit geval. Maar met die midterm is dat een ander verhaal. Dan is het weer meer decentraal en dan is het ieder op zijn eigen stukje. En dan wordt het lastiger. Dus ik denk dat die Republikeinen daar wel een slag kunnen slaan. Nou, ik denk in dit geval Biden dus ook, want ze hebben het wel weer mooi laten ontsporen, weet je wel. Eigenlijk door hun toedoen is het allemaal ontspoord, is het overal puinhoop in alle steden. Ja, maar ik weet niet of het recht kan trekken, want hij in de polls, die dan ook gemanipuleerd worden, staat hij ook slecht, hè? Ja, maar nu gaat hij in één keer de politie funden en dan draaien ze om. Dus waarschijnlijk is het gewoon bewust gedaan. Ja, want het gaat toch, hoeveel miljard ging er nou weer naar de politie toe? 32 miljard? Ja, maar ik moet het nog zien. Het is nog niet in de pols dat hij dat Amerika achter hem aanloopt. Nee, maar dat kan zo veranderen. Dat kan zo veranderen. Dat geloof je in, oké. Pelosi zegt ook dat ze gaan winnen bij de midterm. Dus iedereen denkt, hoe ga je dat nou doen? Maar, 32 miljoen naar de politie. ik zie het ook niet. Kijk, als jij in de buurt woont, als jij in een buurt woont waar hartstikke veel misdaad is en je leest in één keer dat Biden 32 miljoen naar de politie, miljard naar de politie gaat gooien. Denk je, yes, my man. Ja, maar ik denk dat hij zijn geloofwaardigheid een beetje kwijt is geraakt. Ja, het is een oude man en hij is dement en iedereen kan het zien. Dus al zegt hij dat er gaat 6 triljoen naar de politie toe, dan denken mensen nog... Kijk, ze hebben gewoon eerst gezien dat half Amerika werd afgebrand door die BLM. En dat was dan allemaal... mostly peaceful, was dat. Was allemaal. Onder Trump, toch? Ja, oké, maar het werd heel erg in de democratische staten, werd het gewoon een beetje als een summer of love werd het gezien. En, er moest ook geen National Guard bij halen. Ja, ik bedoel, Trump die wou het bestrijden en de democraten niet. Dus het hangt toch meer aan hun dan Republikein. Je vraagt je af of de mensen dat nog weten, want het is vrij domme qua vreedachtigheid. Die zagen gewoon onder Trump dat er ruiten ingegooid werden en die lezen nu onder Biden dat er 32 miljard naar de politie wordt gegooid. Ah, we zullen het zien. ik, ik,
kan me ook niet voorstellen. Volgende bericht. Ja, volgende bericht. Hoppakee. Even kijken hoor. God, is weer zo'n mail online. After Biden's fiery speech, 9 unscripted words reverberate. Ja, dat lees je overal. Overal kwamen ze met 9 unscripted words reverberate. Dat was het grote, ja. Dat Poetin weg moest, dat verhaal. Ja, oké, ja. Er zat nog een staartje, dat verhaal. Dus, En als daarbij staat unscripted, dan denk ik altijd van, oké, scripted. Ja. Ik zit me dan voor te stellen van, heeft hij dan bijvoorbeeld voordat hij dan opgaat, heeft hij dan een gesprekje gehad en dan praten ze er even over en dan, het zou mooi zijn als die Poetin weg zou gaan of zo. Nee, weet je wel. Maar dat gaan we niet zeggen, we gaan niet, maar dan blijft het toch verkeerd hangen in zijn hoofd of zo. Een speakbriefje. Letterlijk. Hij heeft een speakbriefje, maar hij is toch ergens in zijn hoofd is misgegaan, toch? Hij heeft op een gegeven moment... Ja, hij heeft niet helemaal goed lopen spieken, ja, inderdaad. Ja. Als je letterlijk leest wat er staat, dan het kwam niet helemaal overheen, inderdaad. Dronken mensen zijn altijd eerlijk. En dementen misschien ook. Dementen ook, ja. Wat zeggen kinderen en dronken mensen? Maar misschien kinderen, dementen en dronken mensen. Dus misschien 3. Ja. Ja, je wordt ook kinds, zeggen ze, hè? Kinds. Dus kinderen en... Ja. 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 Misschien wel, ja. Hij zei ook een keer van voor de verkiezingen van maak je maar geen zorgen, we have the best photo fraud machine ever hebben we opgesteld, weet je wel. Was misschien ook even heel eerlijk, weet je wel. In ieder geval, hij wilde geen... Ik heb dat een keer gedeeld op YouTube, wat stond op YouTube, en ik heb dat een keer gedeeld. En ik heb er niks bij gezet. Ik heb het gewoon gedeeld. Ik heb geen niks. Gewoon, up. En toen kwam er een commentaar onder van missing context. Fact checkers. Hoe gaat die shit? Volgende bericht. In ieder geval, want ik had hier nog erbij. Hij biedt geen excuses voor aan. En... Even kijken, ik heb nog wel een journalist gevonden die wel de juiste shit eruit wist te krijgen. Die moest ik even aanklikken. Glenn Greenwald, ja, je hebt hem al. Biden, even kijken hoor. Deze maar voor. Biden's roekeloze woorden onderstrepen de gevaren van het gebruik van Oekraïne als proxyoorlog door de VS. Ja. Ja, hier hebben we hem. Ja, Greenwald gaat helemaal los. Want het blijft nog steeds een linkse journalist. Maar hij gaat helemaal los op dat laptopschandaal. Die media die hebben daar gewoon overlopen liegen allemaal. En ze komen daar niet eerlijk voor uit eigenlijk. Ze hebben nog niks officieel teruggetrokken. En dit is gewoon een loose cannon, zeg maar. Deze figuur die zit het te escaleren. En het is Blood Link. Daar heeft hij gelijk in, denk je. Ja. En Biden zegt het wel allemaal, maar er zit toch wel een kern van waarheid in. Ze willen eigenlijk gewoon een oorlog. Dat zou wel de midterm elections kunnen redden voor hem, denk ik. Dat ook. Dat is iets wat natuurlijk altijd bijna... zelfstand lijkt het nog moeilijk om ervoor te stemmen. Ja. Het moet heel raar zijn als En daar gaat natuurlijk ook dingen gaan serieus mis, hè. Want ik denk niet dat het zo'n sterk leger is. Eigenlijk verliezen ze alle oorlogen. Uit Afghanistan rennen ze weg. Het is helemaal een machine geworden om Amerikaans belastinggeld in de zakken van contractors te stoppen. En de militaire industrie natuurlijk. Afghanistan was nooit bedoeld om te winnen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet in staat zijn om iets te winnen. Ja, maar Irak eigenlijk ook niet gewonnen, toch? En Syrië hebben ze niet gewonnen. Vietnam hebben ze niet gewonnen. En wat hebben ze nou gewonnen? Nou, Irak hebben ze wel gewonnen eigenlijk gewoon. Maar ik bedoel, ze hebben er gewoon verder niets mee gedaan. Saddam Hussein hebben ze kop kleiner gemaakt. Afghanistan, volgens mij zijn Snowden dat. Hebben ze met Gaddafi ook gedaan, hebben ze ook kop kleiner gemaakt. Was Assange of Snowden, die zei gewoon van... Afghanistan is gewoon een manier om geld rond te pompen.
Dat is helemaal nooit bedoeld geweest om te winnen. En dat zag ik wel aan die tactieken. Want ze gingen erin om... ze moesten Bin Laden hebben en hun filosofie was dan... Lopen, ja, die Bin Laden die konden ze dan niet pakken omdat die Taliban zat daartussen. Was het verhaal. Dus ze konden niet bij Bin Laden omdat de Taliban ertussen zat. En daarom moesten ze de Taliban aanvallen. Maar ze gingen de Taliban gewoon aanvallen op plekken waar zij zelf van zeiden dat Bin Laden niet zou zitten. Zat hij ook niet. Uiteindelijk zat hij trouwens helemaal niet in Afghanistan, maar in Pakistan. Ze hebben hem gewoon bewust laten ontsnappen. Dat is eigenlijk het verhaal toen. Ja, het is gewoon er werd lekker geld rondgepompt. Dus als je zegt van ja, ze hebben niet gewonnen, ze wouden niet echt helemaal winnen. Nee, maar dat is nooit het geval, denk ik. Tweede Wereldoorlog wouden ze wel winnen. Ja, dat is een hele tijd geleden. Maar ook daarna kwam het Marshallplan, wat volgens mij zo'nzelfde idee was, hè, geld rondpompen. Ik heb het idee dat in de loop van de tijd dat het geld pompen is de hoofdzaak geworden. En de oorlog wordt er gewoon even bij gezocht. En ja... Ja, maar jij gaat ervan uit dat het leger te zwak is om te kunnen winnen. Daar ben ik het niet zo van overtuigd. Nee. Maar de hele focus van al die mensen in het leger is gewoon geworden... geld verdienen en grifting en... En wat er in Afghanistan gebeurt is ook, ja, misschien in theorie kan het leger wel winnen. Ze hebben wel enorme wapens, maar iedereen is zo gebiologeerd door zich financieel zakken vol te stoppen. Dat ze gewoon vergeten die hele oorlog te doen. En eigenlijk, dat is net zoiets als piloten die vliegles nemen, maar nooit het idee hebben, nooit vragen over hoe ze moeten landen, zeg maar. Ze hebben geen exitplan. En dan zeg je, ja, wat was het nou raar, jullie gingen daar die oorlog beginnen, jullie hadden helemaal geen exitplan. Ja, dat hadden ze ook helemaal niet nodig. Het exitplan was gewoon, ik stop mijn zakken vol en dan raak ik weer naar huis. Het moest zo lang mogelijk duren, want kijk, dingetje, die Obama, toen werd hij al gepakt, hè, die Bin Laden. En die Obama zei al van, nou, we hebben hem, dus we kunnen ermee stoppen. Nou, dat gebeurde niet. Toen kwam Trump, die zei van, nou, we gaan er dan en dan mee stoppen. Dat was dan lekker na die 4 jaar dat hij president was. Dus het was lekker eroverheen, weet je wel. Ja. Dus hij ging er ook 4 jaar niet meer stoppen, hè? Ondanks het verhaal van, bring our men and women back. Nou, dikke lul. En toen kwam Biden. En trouwens, toen Biden het uiteindelijk deed, kreeg hij al het gezeik en ook de benen bij CNN en zo. Omdat die zitten dan ook in corruptie gedeeld van de industrial complex. Want die ging al op het moment dat Trump toen hij erom gegooid was, hij heel presidentieel, weet je wel. Dus die hebben daar ook een dingetje mee. Maar dan hebben we dus al 3 presidenten gehad, hè. En dan zijn ze nog steeds te etteren. Ja. Ik denk dat het punt is dat het met elk keizerrijk gebeurt. In Spanje op een gegeven moment gingen ze een enorme loopbouw, een hele grote schepen en zo. En in de Nazi-Duitsland gingen ze enorme tanks maken die eigenlijk, waar je geen oorlog mee kon winnen. Maar het moet gewoon groot zijn en veel kosten. En die wapenleveranciers die sturen ook aan op hele grote projecten. En niet meer op het winnen van een oorlog. En ik denk dat hele organisatie ongemerkt verandert in een berg corruptie. Net als dat je een chicken wings snackbar gebruikt voor het witwassen van drugs. Daar zit wel wat in. Want je hebt drugs is de hoofdzaak en ze vergeten op een gegeven moment dat ze kip moeten verkopen. Je had ook dat Caspian Sea Monster, hè, wat die Bolton Bankrupt op een gegeven moment vond. Ja, en die Suman, Suman vergat, dat hebben ze al een paar keer naar de haven moeten slepen. En de kogels zijn te duur om mee te kunnen schieten. Maar het is wel helemaal onzichtbaar voor de radar. Maar het is er zo gedrocht dat er eigenlijk niks mee kan. De vliegende Vira natuurlijk, die 35, wat eigenlijk een compromis is en nergens echt geschikt voor is. Ja, zo gaan al die wapens worden allemaal... Ik heb tijd in mijn eerste baan wat bij TNO Defensie werken. Nou hadden ze op een gegeven moment, was er ook zo'n, we willen ook een drone hebben. En, maar daar, ja, ik hoorde ook maar van horen zeggen hoor, maar wat wil je erop hebben? Ja, we willen een .50 mitrailleur erop hebben, zo'n camera, infrarood camera, en op een gegeven moment zat er zoveel op dat dat ding niet meer kon vliegen. En dat is gewoon typisch voor hoe dit soort dingen werken. Het zijn ook niet mensen die voor hun
als je voor je eigen huis en haard vecht, dan ga je gewoon kijken wat heb ik nodig om te winnen en hoe kan ik dat doen. Maar als je in zo'n organisatie zit, dan merk je gewoon heel snel dat het niet om winnen gaat. Het gaat denk ik, ja, je merkt gewoon van alle mensen om me heen zijn bezig met zakken vullen. Dus wat ben ik voor sukkel als ik daar niet aan meedoe? Ik heb nog wel een vriendje die kookles gaat geven in Afghanistan aan raciaal minder bedeelde gehandicapte vrouwen. En daar dik voor geld op strijkt en daar mij voor beloont. Waarom zou ik daar niet aan meedoen? En die Afghanen denken ook van, kookles, whatever. het zal wel gekke lui die Romeinen. Wat zullen ze zeggen? Ik weet nog wel dat ze safraanplantages wouden hebben. Want ze vonden dan dat de Taliban die profiteerde te veel van papaver of marihuana. Of wat groeien ze daar eigenlijk? Maar drugs in ieder geval. Ja, papaver. Opium. Ja, ze konden dan. Ja, maar ze konden dan natuurlijk niet zeggen van, dan gaat die opium naar de geallieerden, zeg maar, of naar ons. Dan gaan wij lekker die drugs verkopen en dan heeft de Taliban het niet. Dus dat konden ze niet zeggen. Dan gingen ze dan die opiumboeren, die gingen ze dan afkopen van, dan moeten ze safraan verbouwen en dan geven ze hun daar meer geld voor dan dat ze hadden kunnen krijgen voor de drugs. Maar ja, dat is ook maar... Ja, zolang het duurt, hè? Er moeten nog steeds ontzettend veel drugs naar Amerika zijn gestuurd. Want je hebt daar een opiumepidemie gehad. En je hebt een record oogst aan opium in Afghanistan. Dus ik denk dat daar echt wel... Is dat zo? Ja, wat gek. Wat leuk om... Er waren record oogsten. Terwijl de Amerikanen zaten, waren record oogsten aan opium steeds. Die bewaakt werden door Amerikaanse soldaten. Ja, precies. Daar zijn dus foto's van. Dus ik denk dat er gewoon in lijkenkisten en transportvliegtuigen is er gewoon... daar is ook flink geld aan verdiend. Dat gebeurde ook al bij de Vietnamoorlog. Hè? Daar werden die lijkenzakken gebruikt. Er kwamen heel veel bodybags vol met drugs binnen. Kwamen de vliegtuigen uit, er werd allemaal voor gesalueerd, Amerikaanse vlag eroverheen en terwijl er gewoon drugs in zat. Ja, dat zou me niet verbazen. Ja. Maar ik denk dat heel moeilijk is om zo'n organisatie ook weer op het rechte pad te krijgen. En dat is natuurlijk, net zoals elke overheidsorganisatie, die moet gewoon corrupt worden en aan corruptie ten onder gaan. Omdat het geld gestolen is. Dus ik denk, en ze kunnen niks anders dan verrot maken. Dat zie je ook wel dus Syrië en in Libië en al die landen waar ze geweest zijn. Alles is verrot als ze weggaan. Dus dat is het enige wat ze kunnen eigenlijk. Geld in hun zakken stoppen en weer weggaan als verrot is. In ieder geval, je was even weer gecrashed. Ik heb geen idee waarom, maar het is... Zijn we terug, joh? Ja, we zijn weer terug. Ja. En in ieder geval, Jurien is er nog, ik ben er en Jan-Marc. Hey, hoe zit het eigenlijk met die EFL's? Die je weggegeven. Ja. Mensen, als jullie weer opnieuw inloggen, gewoon weer even kijken hoor. Hartstikke idee. Je gaat nu het rad draaien. Nou, nee, de mensen moeten weer opnieuw even uitroepteken Ron Paul intypen. Ja. Oh. Oh, kijk, JF is er nog. Die is weer terug. Oh, gelukkig. Ja. Trouwe luisteraar. Uitroepteken Ron Paul. En dan, als je al eerder ingetypt hebt, gewoon nog een keer doen. Nou, voordat we crashen, gewoon hoppakee. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Ja. Hoppa, goed. We waren gebleven eigenlijk. Ik had inderdaad het verkeerde bericht. Ja, is NATO being run by Russia? Dat was een bericht. Ik had nog een ander bericht. En dat was, moet ik even weer erbij halen. dat was over de Hunter Biden laptop, daar ging het over, ja. Dat is inderdaad een Peter berichtje, maar Peter die moet morgen ook weer vroeg op om te werken. Dus die had afgehaakt bij de crash. Wat ik erover weet inderdaad is dat die laptop, dat werd eerst ontkend. Dat werd natuurlijk als afgedaan als een conspiracy theory. En nu in één keer... schijnt hij wel te bestaan. En er zat natuurlijk heel veel pikante informatie in. Los van allerlei seksfilmpjes met crackpipe. Zat er ook heel veel informatie in over een deal. In dit geval was het een deal met
Het Metabiota, dat is een bedrijf in Oekraïne dat ja, chemische wapens ontwikkelt. En daar had hij voor gezorgd dat daar Doekoe naartoe geld. Ja. Biologische wapens, toch? Dat ging toch om ja, virus. Biologische wapens, ja. Virussen, inderdaad. En er was ook een verhaal dat zijn vader ook meer betrokken was bij het hele schandaal dan... Hij had inderdaad de invloed van zijn vader ook gebruikt. En ja, het is te raar, dat werd toen al besproken tijdens voor de verkiezingen. En het is wel heel raar dat Biden dan toch daar zit, weet je wel. Zijn mensen voor minder uit het zadel gewipt? Ja, de vraag is nu natuurlijk, want dit kwam ook nog uit de Washington Post, geloof ik, dit verhaal. Ja, heel raar. En, de krant die nota bene zei, die een paar jaar geleden zei dat dit allemaal bullshit was. Allemaal desinformatie uit Rusland. Exact. Maar dan is de vraag van, komt het dus een moment dat een bepaald gedeelte van Amerika en dan ook nog in de hoek van de democraten zelf of van de corporate media in ieder geval, dat hij nu van plan is om Biden voor de bus te gooien via dit verhaal? Ja, ik denk het wel. Ja, het lijkt er wel op inderdaad. Ja. Er is nu wel een andere derde partij, hè? Die wordt ook heel erg daar gepusht door de media. Hoe heet die ook alweer? Die Chinese meneer. Chinese meneer? Ja. Ik ben even de naam kwijt. Yang? Dus ook een hele rijke meneer of zoon. Ja, Yang bedoel je? Ja, maar die komt heel vaak in de mainstream media, toch? Ja, maar het is gewoon een man die ze wel op bellen als hij... ja, ze bellen hem wel eens op, omdat hij bekend is, om zijn mening te geven. Okay, ik verwacht niet... Ze willen zijn partij niet pushen, dat die in plaats van de libertariërs, dat je in Amerika, ja, dat je dan vast straks naast de PvdA op de paternotten krijgt. Ja, misschien, ik zou het niet weten. Dat dus, kan natuurlijk wel een trick zijn, hè? Want dan heb je... Als je een driepartijenstelsel krijgt in Amerika, dan heb je een coalitie nodig. Ja, dat... ja, maar het duurt heel lang, zeker in de VS, duurt heel lang om een echte partij op te bouwen. Hè? Dat is ook niet 1, 2, 3 gedaan. En je hebt wel vaker derde partijen gehad. Hè? Je hebt hier de Reform Party gehad. Ja, daar hoor je ook niks meer van. Dus... Ja, die waren heel handig in de tijd dat Clinton aan de macht wilde komen. Ja, die had niet genoeg stemmen, maar de Reform Party die pakte heel veel af van de Republikeinen. En dat kwam helemaal goed uit, waardoor hij de winnaar was. Ja. Als het om presidentschap gaat, heb je helemaal geen coalitie. Het is gewoon winner takes it all. Als je drie partijen hebt, dan is het gewoon wie de meeste stemmen. Maar de vorige keer waren er zelfs 5 partijen. Je had nog de Greens en je had de Libertarians en je had De Green Party die heb je al jaren, hè? Die bestaan ook al heel lang. Ja, deden wel 5 partijen aan mee. Ja. Maar zelfs als die 4 partijen samen meer stemmen hebben dan die ene partij, dan maakt nog niet uit. Het is winner takes it all. Met presidents. Je hebt natuurlijk wel dat je met in de House of in de Senate kun je onafhankelijken hebben. Die kunnen wel van invloed zijn. Ja. En die kunnen dan, zeker nu is het heel erg 50-50, dan kan het wel bepalend zijn dat een uiteindelijk bepalen trouwens de kiesmannen, die bepalen het. Er zijn een stel dronken oude mannen die, het enige wat ze doen is een beetje erg zuipen in een of andere club. En dan, waar ze dan samenkomen en dan moeten ze een stem uitbrengen. Zo werkt het. Dat zijn degenen die daadwerkelijk de president zijn. Ja, dat klopt. Ja, maar dat was ook nog een situatie mee. Want... Ja, dus je moet gaan kijken waar ze daadwerkelijk op stemmen. Er zit er al jaren zit er eentje die stemt op een of andere dooie indiaan uit de 19e eeuw. Je hebt er eentje die al de laatste paar verkiezingen gewoon op Ron Paul stemt. Ook al doet hij niet mee. er hebben even er eentje zo'n onleesbaar handschrift dat ze niet eens weten waar hij überhaupt op stemt. En de rest die kiest dan voor de ene Republikein. Ja, trouwens wel één staat. Je hebt één staat, waar Nebraska, waar het niet winner takes it all is, met de verkiezingen.
Dan zie je dan dat 50% van de kiesmannen naar de ene kandidaat kunnen gaan en 50% naar de andere kandidaat. Ja. Maar dat is de enige staat waar dat zo is. En andere staten zijn allemaal winner takes all. En uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld is ook winner takes all. Maar als het om de House en de Senate gaat, gaat het weer om andere dingen. Maar goed, ik wijk af van het verhaal. Ja, dat is toch democratie. Wie gelooft daar nu überhaupt nog in? Oh, een heleboel mensen. ja, even kijken waar bij de laptop van Hunter Biden gebleven. Even kijken hoor. Oh ja, nog meer. Wat een miljoenen deal met een Chinees. Heeft hij ook nog even gedaan. Helaas dat Peter er nou niet bij is. Die had er heel veel over kunnen vertellen. We kunnen wel even aan het rad draaien. En doen we de laatste berichten naar. Ja, zullen we nu aan de rad draaien? Ja, gewoon doen. Nou, ik denk dat dit nog een staartje krijgt. Volgende week zullen we nog ook over de laptop van Hunter Biden hebben. Daar hebben we trouwens al heel vaak over gehad. Ik denk inmiddels weet iedereen wel die naar Vrijheid Radio luistert, weet al lang wat er in die laptop zit. Die hebben al lang die pikante foto's gezien. Ja, gaan we even naar het rad toe. Even kijken, het wheel. Ik moet even showwheel doen. Even kijken hoor. Hoe ging dat ook alweer? Hey, jij weet niet wat een laptop is. Weet je niet wat een laptop is? Dat is een sit on my lap. Dat is een laptop. Even kijken, showwheel. Er zat nog wel meer op zijn lap bij Hunter. Ja, inderdaad. En bij Joe ook. Dan moeten we natuurlijk ook nog even kijken hoor. Okidoki, je hebt hem. Ja. Oké, ik heb geen idee. Iedereen heeft uitroepteken Ron Paul gedaan, want dan gaan we nu beginnen. Kan jij even goed, die hele EFL logo zit ervoor, wacht even hoor. Die moet even weg. En dan doen we kunnen we wel eens een keer met hamsters werken. Zoals met die weekend. Met die Avro's weekend quiz. Met Fred Oster. Weet je nog? Vroeger. Oké. Okay. Hamsterraces. En dan, wij zijn van dezelfde generatie. Weet je nog? Hamsters. En de ene hamster die heette dan André van Duin. En de andere hamster heette dan Sjaak Zwart. En die gingen dan racen. Nee, geen idee joh. Wat zomaar zeg. Wat nou? Avro's weekend quiz? Ik weet niet meer hoe het. Ik keek daar niet naar. Maar we gaan aan het rad draaien. Laatste kans om uit te tegen Ron Paul in te typen. Dan gaan we nu beginnen. Hoppakee. Spinnen. We kijken wie er gaat winnen. Kun je even goed kijken? Volgens mij is het. JF! Ja. Zie ik het goed, JF, hè? Nee, Vrijheid Radio. Nee. JF kleurt roze. Ja, die Vrijheid is Radio JF staat in. JF zit rust, dat is JF. Waar. Ja. Ah, dat gun ik hem wel. Ja. Die is zo druk bezig in de chat, kom op zeg. Er is zoveel getypt die ja, die als één iemand het gunt, dan dat... Ja. De hele chat vol zit te typen, hij heeft gewoon recht op. Ja, precies. Ja. Volgens mij is dat ook de manier om te winnen. Als je het meeste tekst in de chat hebt gepost, dan win je gewoon stiekem. Dat zit erachter, denk ik. Ja. Nou, JF, stuur mij in een whisper even jouw EFL-adres op. Als je niet weet hoe je aan een EFL-adres moet komen, dan moet je gewoon even kijken hoor. Dat ze hier, waar zit hij? Hier zit hij, EFL. Hier, dat adres, hier boven me. En dat is EFL.nl. En dan kun je daar even je wallet aan maken. Moet je het even een whisper naar me toe sturen. En dan krijg je eigenlijk van mij 10 EFL. Ja. Goed, dan gaan we weer terug naar de studio. Hoppakee. En dan gaan we eventjes naar... even kijken. Waar gaan we naartoe? Oh ja, naar het volgende bericht, hè. Even kijken, we hadden het over de laptop gehad. Trump is weer terug van weg geweest. Ja. Is dat zo? Trump. Oh, volgens mij is er nog meer. Wacht even. Ik lees hier, Trump calls on Putin to release dirt on Hunter Biden. Dus Putin moet
de stront van Hunter Biden publiek maken. Ja, ja, ja. Dat is het verhaal hier. Of het waar is, weet ik niet, maar dat staat hier. Als dat op Russia Today komt, dan kunnen we dat niet zien. Alleen nog met de proxy server. Is Politico. Politico is toch een beetje een. Politico is toch een beetje een linkse. Ja, is dat is helemaal. Een roeptoeter van de establishment. Is het. Ja, dit is. Ik weet niet. Moet er geen disinformatie rond. Hij zit in een. Hij is ergens online, heeft hij dat in een soort interview heeft hij dat gezegd. Ik heb het hem ook letterlijk horen zeggen. Ah ja, oké, okay, dus het kan waar zijn. Ja, nou, ik vind het trouwens ook helemaal prima. Alleen niemand luistert naar Poetin, dus het zal hier in de Westen niet aankomen. Nee, ik had eigenlijk meer geplaatst als... het heeft te maken met de voorgaande berichten. Dus dan, ja, Trump wil er ook eigenlijk nog eventjes snel op incashen, zeg maar. Weet je wel, die hele Hunter Biden schandalen. Die denkt, verkiezingen komen eraan, ik ben er ook nog, jongens. Ah, ik vind het wel terecht, want hij is geïmpeached, hè, omdat hij onderzoek deed naar het hele verhaal. En toen kwam het, ik vond het zo apart, want in de kranten ging het alleen maar om dat hij impeached werd, omdat hij zou dan belastinggeld hebben gebruikt voor het onderzoek naar de corruptie. En daarom zou hij impeached worden, maar niemand had het over het dingetje. Het dingetje was natuurlijk van waarom wou hij onderzoek doen. En dat was natuurlijk vanwege het schandaal van de Bidens. En daar had niemand het over. Het was allemaal van Trump die... Dus ja, ik vind het wel prima dat hij door blijft gaan. Zeer. Ja, goed. Ja, ik vind hem net zo hypocriet als de rest, hoor. Dus, maar goed, in dit geval, maakt niet uit. Je hoeft hem helemaal niet leuk te vinden, maar... Nee. Ik bedoel, in dit geval, kijk, Maar er is somebody else who's smelling an opportunity. Het is Trudeau. Oh, mijn favoriet. Ja, grote vriend. Grote vriend. Het charisma van een hamster. En Trudeau says Russia invasion of Ukraine spurs push to develop cleaner energy sources. Ja, ja. Ja, de oorlog ergens ver weggaande. Hoppakee, laten we nog even miljarden uitgeven aan windmolens. Ja, dat is ook wel, in Nederland hebben ze dat ook wel. Volgens mij de Ollongren, dat is ook zo'n Ruslandhater. Maar in Nederland heb je die geluiden natuurlijk ook heel vaak gehoord. Van ja, we moeten bossen gaan verbranden, we moeten windmolens gaan bouwen. Want je wilt toch niet afhankelijk zijn van Rusland, toch? Dat was altijd het verhaal een beetje. Nu kunnen ze dat nog verder pushen van zie je nou wel. Want we hebben nou allemaal probleempjes met energie. En dat komt altijd door die stomme Poetin. Dus we moeten loskomen van... Hij moet natuurlijk allemaal schoon. Want dat schoon is bossen verbranden en dat soort dingen. Dit past wel in een plaatje, vind ik. En is in Europa. Hij kan makkelijk praten. Mm-hmm. Ik vind het wel mooi dat die Trudeau ook wel ontzettend wordt afgezeken door een aantal Europese leiders die natuurlijk iets grotere bek kunnen hebben omdat ze iets onafhankelijker zijn. Bijvoorbeeld Kroatië krijgt geloof ik wel energie uit Rusland en die hebben ook nog een eigen muntje. Dus ze kunnen iets grotere bek hebben. En dan vind ik het wel lachen van... hoe ze die Trudeau eigenlijk op een nummer zetten. Dat het gewoon, ze vinden het gewoon een dictator. En dat is het ook. En dan vrijen ze hem dan ook wel even te plekken onder hun neus. En dat vind ik dan wel leuk. Maar goed. Ja. Inderdaad, ja. Want hij was toch een beetje de glamour boy van het links-progressieve verhaal, weet je wel? Ja, ja, ja. Ik bedoel, die had ze maar, die vingerde zich met een foto van Trudeau en zo en dat soort dingen. Het was toch echt een, ja. En nu zie je gewoon dat het echt een ordinaire, verschrikkelijke dictator is. Ja, Justin Castro is het eigenlijk, hè? Ja. We zijn er doorheen, Johan. Het is niet te geloven. Hartstikke goed van je. Ja, ik wilde zeggen, hij lijkt erg op zijn pa.
Ja, die memes zie je de hele tijd. Geloof je er ook echt in? Nou ja, gewoon een leuk idee. Ja, geloof je nee, er ja, nou ja, ik denk, dat zijn wel duidelijke aanwijzingen. Dat zijn moeder het met dingetje heeft gedaan. Zijn moeder was wel heel erg close met Castro. En er wordt er gezegd door die factcheckers, nee, ze heeft hem niet geneukt, 9 maanden geneukt voordat Trudeau geboren werd. Maar op een ander moment, weet je wel. Ja, dat is wel weer. Ze hebben wel geneukt, zeggen ze. Ja, maar als de factcheckers erop gaan zitten, dan heb je altijd wel zoiets van, dan kan het wel zwaar zijn, hè? Dan, ja, maar de factcheckers ontkennen niet dat ze met elkaar geneukt hebben. Dus, nee. Het is gewoon missing context. Ja. Er werd letterlijk gezegd door een van die factcheckers van, ze heeft niet 9 maanden voor Trudeau's geboorte met de Castro geneukt. Dat was een ander jaar of zo. Ja, ja. Oh, dus maar dat, nou, dan dus hebben we dus wel geneukt, oké. Ja. Dat is dan, dat is die, dan... Het kan zijn dat hij gewoon een cumshot had gedaan en dat ze snel de sperma in een buisje had gedaan en in de vriezer had gegooid. Dat kan ook nog, ja. JF schrijft, ze heeft Castro ooit in zijn lul gebeten en weigerde los te laten. Oh jongens, het wordt weer... Ja, ik ben zo blij dat ik niet zo beroemd ben als Willem Engel, want anders had ik al lang en breed in die gevangenis gezeten. Met Johan erbij. Ach, jullie hebben de boel toch niet opgeruid? Nee, we hebben helemaal niks opgeruid, hoor. Nee, joh. Nee, goed, ik moet morgen ook weer vroeg op. Dus, nou, jongens, ik vond het een topuitzending, dankjewel. Dat was hartstikke gezellig. En, kondig jij nog af, Johan? Ja, ik zal hem even officieel afkondigen. Dan komt hij, hoor. Hartstikke de eerste eindtune. Ik zou zeggen, toen we doken. Nou ja, de rest van de riddle, dat weten jullie wel. En hoppakee. Goedemorgen. Ja, hartstikke idee. Dank. Ik heb weer eens wat om mijn hoofd gehad en we hebben weer contact. Is goed? Ja, drank is ook hier. Dus, hey, ga je spreken. Leuk dat je er maar bij was, joh. Oké, goed zo, Johan. Houdoe. Houdoe. Fijne avond, jullie. Doei. Jullie ook, houdoe. En toen was ik er alleen nog. Nou, jongens, nu gaat het komen. Nu gaat het komen. Ik doe nog even één dingetje voordat ik ermee ga kappen. En dat is dit. Even kijken hoor. Hier wel. Deze. Aanstaande zondag. Ik ben er ook bij. Hartstikke idee. En nu ga ik hem afsluiten.